Welkom bij een nieuwe Subidy Session, de podcast. Een voordeel van het goede doel, waar ik mij vandaag in het zeer fijne gezelschap bevind van filmregisseur Robin Pront. Robin, goedemiddag. 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 In de last round? Yes. En ik mag zeggen, geen onbekend terrein. Nee, inderdaad. Hier heb ik al eens een paar keer gezellig gezeten. Absoluut. En een sigaret gelukt? Of? Dat is niks van mij, nee. sigaren. Nee, absoluut niet. Ik vind me eigenlijk wel goed staan met een sigaar en een glas whisky, maar dat zijn twee dingen die ik niet binnenkrijg. Oké, okay. Whisky en sigaren? Ja, nee. Okay. Dus meer rum of. Ook niet eigenlijk. Okay. Nee, uh, goh ja. Ja, sterk een drank. Ik kan niet zeggen dat ik echt een liefhebber ben eigenlijk. Uh, ik drink het wel, maar het is meer zo van de moeders: van ja. <laughs> de gezelligheid om mee te doen met de. Ja, het is zo. Uh ik weet het niet. Puur of zo, dat verkeer ik weet het niet. Ik vind dat wel heel charmant doorgaans, maar echt uh, voor een plezier dat drinken, dat, dat is niet aan mij besteed. Om je de reden ziet het in de films altijd lekkerder uit dan het niet echt is Ja, bijvoorbeeld uh, Mad Men, die reeks, eh, die drinken daar altijd zo een, een dikke whisky, zo om twee uur middags. En dan, ik denk, fuck you, dat geloof ik echt niet. Ik zou sowieso in slaap vallen. En die doen babbelen een hele dag door. Ik denk, dat is echt, ik kan me echt moeilijk voorstellen dat je zo de dag. Kunt doorkomen, blijkbaar wel. Ik volg je dus liever een pintje. Ja, pintje of een goeie glas wijn. Oh, of water, zoals nu. Ook okay. leuk. Dus, uh, Komt onthouden. Ja. De volgende keer, we hebben elkaar de laatste keer gezien ergens in een restaurant in Antwerpen. <laughs> Klopt. We hadden een, een zakendiner, dat was afgerond. Jij schoof ja. lekker aan. Ja. Uh, en en zei terecht trouwens, en jij zei tegen mij Monier eigenlijk zijn wij nog nooit tot een fatsoenlijk gesprek met elkaar gekomen. Nee. En ik zeg tegen maar mijn broer die je nu beter kent, ik zeg, ik wil afsluiten de Robin. Van de podcast hebben we bij ons in uh, de Swedish Sessions. Bij deze. Yes. Hoe was uw zomer al? Uh, ja goed. Ik ja. ben volop bezig met de afwerking van mijn film. Dat is mm -hmm. altijd een redelijk hectische periode. Mm -hmm. Maar voor de rest heb ik uh, fijne weekends gehad, zoals daar zijn met trouwfeesten in uh, Tomorrowland en Wintergister en dus ik mijn tijd wel wel leuk besteed. Mm -hmm. Afwerking van mijn film, dan hebben we het over. Daar gaan we zo dadelijk natuurlijk wel over spreken over Zillion. Yes. Uh, we moeten een regisseur want de film komt Duits oktober, dacht ik? Ja, 26 oktober. Uh, dus dat wil zeggen dat we nog een vrij korte periode hebben tot hem uh, verschijnt in AP, uh, van premieren. Wat moet de regisseur nog allemaal nu doen? Ja, um, de klank afwerken. Um, de grading, de color grading. Dus eigenlijk echt het beeld oppoetsen. Ah, ik doe dat niet allemaal zelf, uh, vooral duidelijkheid. Maar ik, uh, ik zit daar natuurlijk wel bij en ik delegeer dat. En uh, ja, de score wordt nu gemaakt. Dus echt zo. de... Ja, ik zal zeggen, de film zit vol met tracks uit die ene tijd, maar er is natuurlijk ook nog ja, voor de meer emotionele stukken is er een composer bezig met eigenlijk de muziek te maken voor, hmm. de, voor, voor die specifieke stukken. Dus daar zit ik dan nu ook bij. Met. Muziek is altijd heel belangrijk in de film. Zeker. Ook bij u weet ik. Kies jij zelf, of geef jij richting aan, of kies jij dat zelf, uh, um, muziek? Ja, hey, ik... Ik werk met mensen die ik sowieso al vertrouw, natuurlijk. En dan, dan zeg ik een beetje waar ik zoek of waar ik wil. Maar wat je vaak doet in de montage binnen een film, is er eigenlijk al tempmuziek op zitten zoals dat heet. Dus je pakt eigenlijk stukken muziek uit andere films, je zet die er al op. En dan laat je die film zien aan de composer. En dan weet hij natuurlijk een beetje al. Ongeveer in welke richting dat ik het zoek eigenlijk. Mm -hmm. Niet dat die klakkeloos die muziek gaat overnemen, maar die weet wel voor die specifieke scène hebben we dat soort emotie nodig of willen we dat gevoel creëren. En dan, ay, dan weet hij een beetje in welke richting het moet gaan zoeken. Mm -hmm. Zillion, ik ben je zelf 43, jij is het, uh, toch wel jonger dan mijzelf. Ooit in de Zillion geweest? Uh, uh, ik ben ooit in het gebouw van de Zillion geweest, meerdere malen, maar ik ben uh, er nooit geweest als die uh, in full effect was. Nee. Maar wel. Heel actief of heel bewust meegemaakt als in. Ja, ik, was, ja, ik ben al nieuwsverslaafd En ik was toen in die tijd altijd de gazetten aan het lezen. En zo, ja, zo heel dat verhaal dat ontvouwde zich echt zo in de, in de gazetten, natuurlijk. Dus dat was altijd uh, fantastisch om te volgen. En dat is mij altijd bijgebleven. Dat was ook echt iets, ja, echt zo'n zo verhaal dat je, dat je altijd, dat ik altijd wou vertellen. Eigenlijk. En, ja, ik ben ook super dankbaar dat, uh, dat ik nu de kans ervoor krijg. Mijn voorstel, ik denk dat er veel uh, regisseurs ook aan tafel waren in de rij om het eventueel te mogen maken. En jij zelf ook geschreven, of yes. samen, samen, samen met geschreven? Kevin Meul, uh, dus mijn co scenarist die ook uh, Rebel van uh, Adeline Bilal nu heeft uh, geschreven, en um, ja, wij zijn samen in dat verhaal gedoken. Hij dat heeft eigenlijk heel veel fases doorlopen, zo, want. Ey, ooit wou ik dat als tv-serie doen bij Woestijnvis, en dan is dat toch zowat afgeketst. En maar, en dan, ey, ey, dat is eigenlijk dat is al een paar keer losgekomen van mij, dat verhaal, want ik heb dat nooit kunnen, ey, ja, nooit kunnen loslaten dan ook niet, En ik ben er altijd toch naar teruggekeerd en uh, na ging ik bij mijn eigen te raden van wat is nu echt het volgende dat je wilt doen. En ja, ik kon gewoon niet anders denken dan, ja, die Zilion, dat wil ik echt zo graag doen. Dus dan. Had ik ook een beetje meer credibility opgebouwd natuurlijk, want het is wel het is een heel ambitieuze en ook dure film. Um, dus ja, alle, alle, alle tekenen waren juist eigenlijk om, om het te doen nu deze mm -hmm. keer. De derde was 2015. 15 klopt. Dus ja, nadien gebeurt, gezegd, die klas in de krant, of ik zag in de media uh, allerlei zaken erover. Was dat vanavond een de rechtszaak of uh, meer het. Uh, ja, De Rise de... and Fall, denk ik gewoon. Het is echt zo, ja. Dat is zo boeiend aan dat verhaal. Het gaat eigenlijk over ja, een, een kleine computer-nerd uit Meissen die het uh, geschopt heeft tot, tot de koning van het nachtleven in Antwerpen. Hij ja, had ja, de mooiste vrouwen rondom zich en, en, en ja, heeft, zoals Icarus, uh, iets te dicht bij de zon gevlogen en is dan uh, zwaar neergecrashed. Dus dat is, ja, het is eigenlijk een verhaal zo oud als de straat. Ja. Je ziet dat: uh, de Wolf of Wall Street. Uh, al de films die ik heel graag zie, eh, Goodfellas, al, ey, veel films van Scorsese of Boogie Nights, of zo, dat zijn allemaal van die verhalen van zo, jonge gasten die een kans krijgen om iets doen, naar de top gaan, iets te snel en dan zwaar crashen. En deze was ook zo, ey, dat had echt zo die Amerikaanse feel, maar dan hier specifiek hier in, in, in Vlaanderen. Dus dat, dat verhaal, ja, dat, dat was gewoon echt iets dat mij echt heel hard aangreep om een of andere reden. Ja. Begrijp je goed, uh, over Zillian zelf leest, of ik heb het meegemaakt, ik ben er maar een paar keer geweest, ik vond het altijd zeer imposant. Komt daar binnen, dat was om te zeggen, of, of om te schetsen, ook al een vrouwelijke portier aanwezig. Een vrouw die al, ja, er ja. was een vrouw, maar ik wil zeggen, die wel gespierd was en die daar wel uh, volgens mij haar plan kon trekken. En dan een aantal bonken geheren. het binnenkomen zelf was eigenlijk al een belevenis op zich. Um, en dan de Thema Nights, die ja. ze daar hebben, uh, de Zillian Sundays enzovoort, komen die ook aan bod in de film of. Ja, zeker. Hey, ik heb geprobeerd om, om, om het hele verhaal hey, zo, goed en zo, ja, zo goed als ik kan eigenlijk te vertellen. Maar natuurlijk in een film. De film duurt twee uur in. Moet je natuurlijk. Heb je, niet, heb je niet de tijd om alles te vertellen. Dat is zoals vaak bij boekverfilmingen, mensen die hem, uh, die uh, een boek hebben gelezen en dan een film zien en zeggen van ja, maar dat stuk stond erin, dat stuk stond erin. Er maar mijn film is natuurlijk een compleet ander medium en dat was in dit geval natuurlijk ook. Ik, ik wil iets vertellen over een periode van tien jaar. Dus je probeert natuurlijk wel, ja, je doet wel de greatest hits, maar je hoort ni misschien niet alle biz-nummers die, die ja. je wilt horen ofzo. Dat is gewoon samengevat. Uh, ik weet wel dat de Pank van Straten zelf heb je die ook ontmoet, heeft hij een mee-inspraak gehad? Nee. veel sessies mee gehad om erover te praten? Of? Ja, ja, zeker. Dat was eigenlijk de sleutel. Want ik vertelde net dat ik er een, een TV-serie van wou maken. Maar voor mij was. Het, Kevin was, was eigenlijk de eerste die zei: van... Je ja, hebt er nu al zo lang aan gewerkt, maar ik zie één. Er is gewoon één ding mij duidelijk. En dat is, je hebt de absolute luxe om met je personages te gaan praten. En je hebt dat nog niet gedaan. En voor mij was dat... Ik was nog jong toen natuurlijk. Ik dacht van, ah ja, dat is eigenlijk super logisch. Maar ik had altijd een beetje schrik om met die Frank Verstraeten aan tafel te, te zitten. Omdat ik natuurlijk niet wist van, hoe is die nu? En hoe kijkt hij er zelf op terug? En ik wist dat hij heel mediaschuw was geworden. Dus ik wist niet, staat hij er wel voor open? Um, maar uiteindelijk hebben we gaan toch mijn stoute schoenen aangetrokken. En ben ik er zelf uh, gaan aanbellen. En dan, ja, Frank is een heel eigenaardig, eigenzinnig man, maar uh, uiteindelijk was hem uh, wel geïntrigeerd door het idee. Het heeft dan ook lang genoeg geduurd voordat ik hem echt kan overtuigen, want uh, ja, er is een heel... Uh, Zo'n figuur als Frank Verstraeten krijgt natuurlijk continu mensen over de vloer van het telefoon die zeggen, ja, ik wil dit doen of dat doen en... Ja, ik had hem dan een dvd gegeven van Dardenne. Ik denk dat hij hem ondertussen nog altijd niet heeft gezien, maar in ieder geval... Shame on him. Ja, voilà. maar uh, ik denk... Uh, en ik had hem ook een dvd van de Wolf of Wall Street gegeven, die had hem wel gezien. Ik zei van ja, het zal een beetje, zo, uh, een beetje geïnspireerd zijn op dat soort cinema. En dan, ja, dan was hij wel mee en dan hebben we uren gebabbeld in uh, onder andere P. klak een wel een legendarisch restaurant in... Uh, Brussel daar. Ja, ja, voilà. Spaghetti Bolognese. Yes, ja. Ja. Absoluut. En heel het verhaal verteld en daarmee alle randfiguren natuurlijk ook gaan babbelen. Jean-Pierre van Rossum van de wereld en zo. maar je verstaat, had hij eigenlijk voor Zillion al een bepaald zakelijk verleden in discotheken? Want dat weet ik zelfs niet. eigenlijk. Ja, nee. Dat is het goede aan het verhaal. Frank is eigenlijk rijk geworden met computers en is dan beginnen uitgaan. Uh, in de discotheken die er toen waren en die dacht eigenlijk van ik kan deze beter met mijn computerachtergrond en dan maakte De Zillion natuurlijk redelijk uniek is dat dat heel vooruitstrevend was ja. op zijn tijd ja. ja dus. De Zillion zelf, uh, qua film, hij moet nog uitkomen dus we gaan nooit uh, spoilen, evident, maar is dat mogelijk in telegram stijl om dat kort te schetsen wat de mensen gaan te zien krijgen of uh, doe je dat liever niet? Ja, een heel energetische trip over het onwaarschijnlijke leven van ja, Frank Verstraeten. Dat, uh, dat is een mm -hmm. beetje heel ja, kort uh, waar het over gaat. Ja. Het is echt een, een karakterschets van die man, maar op een swingende, swingende manier verteld. Mm -hmm. ja. Je zegt dat hij misschien niet onmiddellijk open stond. Uh, dat heeft volgens mij te maken, maar beter mij gerust, met hoe het is afgelopen. Hij voelt zich uh, gejaagd zoals we zeggen in de stad, door de overheid. Algemeen beschouwd, omdat het nieuwe Justitiepaleis gebouwd is naast waar Zillion stond. En um, hij altijd heeft uitgeschreven dat ja, de plannen die uh, gemaakt waren, maakten dat men niet kon tolereren dat daar uh, groepen aan een discotheek stonden naast het Justitiepaleis. Um, is dat wat het meeste aan dat verhaal blijft enerveren? Komt dat ook in de film naar voren of is dat op een andere manier belicht? Maar ik, ik heb het, er zijn veel redenen en, en ik denk niet dat er één aanwijsbare reden is waarom dat nu gelopen is zoals het is gelopen. Maar waar wel, hij, hij kijkt vooral het meeste naar zichzelf. Heb ik het gevoel? Eigenlijk de grote verandering bij hem is dat er wel een soort uh, ja, in het Engels zeggen ze redemption is gekomen. Hij, hij kijkt wel terug en hij denkt van oef, ik heb mij misschien toch een beetje misdragen in die tijd eigenlijk. Hij, hij voelde zich om nu onsterfelijk. Ja, deel waar het hem wou. Hey, als je, er zijn gewoon een aantal machtige mensen in de wereld, en als je die het vuur aan de schenen legt, ja, uiteindelijk uh, come to haunt you. Mm -hmm. En dat was bij hem ook. En ik denk dat hij dat ook wel besefte. Mm -hmm. Je bent nog bezig met, met het einde en eigenlijk de film te finaliseren. Um, je zit al een heel lange tijd mee bezig in je gedachten. Wanneer zijn de effectieve opnames gestart een uh, jaar geleden of exact een jaar geleden, een nee. jaar geleden. ja ja ja, oh ja. Give or dus, take een paar dagen maar ja zo'n periode ja. 21 ja. klopt oké okay. de, de cast die je hebt samengesteld doe je dat ook zelf want yes. de filmregisseur voor de mensen thuis je zegt ook inspraak muziek wat doet hij eigenlijk allemaal of in ieder geval wat doet jij allemaal als filmregisseur oh. ja in principe alles en niks eigenlijk uh, ja ik uh, ja, ik kom met een kiem van een idee, ik ga er met een producent en ik zeg: Ik zou graag dit verfilmen. En met een beetje geluk zeggen die: Ja, dat is goed. En dan, uh, door, en dan zoek ik een team van mensen die ik vertrouw, dus producenten, maar ook een schrijver. Waar ik, je kan ook alleen schrijven, maar ja, ik vind dat een helse ervaring schrijven. En ik heb echt wel iemand nodig om mij een beetje te begeleiden in dat proces. En dan, uh, ja, dan start je eigenlijk van nul. Je werkt heel lang aan het scenario. Dat is eigenlijk de belangrijkste stap bij het maken van een film, natuurlijk. Is dat je, dat je zorgt dat je een goed scenario hebt. En dan zorg je, zorg je ervoor dat je de key people rond je hebt. waardoor je echt 100% in vertrouwt. Ik heb een fantastische cameraman. Fantastische art director. De man die de decors maakt. Ja. Um, first AD. Dus ik, ik, roep zelf, ik roep zelfs niet actie op mijn set. Dat, uh, dat doe iemand anders. Ik roep cut. Maar niet actie. Dus in principe, ja, ik delegeer. Ik denk als ik, als ik moet zeggen wat een regisseur doet, de beste omschrijving die ik kan geven, is het bewaken van toon. En dan toon als in Mijn functie bestaat eruit om als ik een film ben aan het maken om te zorgen dat die qua toon juist zit. En dat dat, dat één geheel is en dat je eigenlijk ja, toch um, ervoor zorgt dat. Mensen naar iets uniform kijken, eigenlijk. En, en, ja, dat, is wel, dat, dat kan ik ook vaak zien als ik een film zie of iets van TV-serie. Uh, TV kan ik wel vaak zeggen dat is een echte regisseur en dat is misschien meer een gun for hire of zo. Snapte, dus dat ja, ik denk gewoon dat je. Ik vind het belangrijk bij een regisseur dat als hij als iets maakt, dat je kunt zien alleen die regisseur dat dat zo gemaakt, eigenlijk. Mm -hmm. ja. Zie jij het ook als regisseur als je in de cinema. De film gaan zien zoals bij wijnen, mensen die blind kunnen proeven en zeggen dat is Bordeaux. Of, of, ik ken er zelf niet veel van, maar. Die, je ziet dat ook als regisseur, als je een film ziet dat je zegt zonder is, ik zie de hand van die regisseur. Kunnen je dat zien of is dat moeilijk? Ja, bij de allergrootste wel, ja. Ehm. ja. Uh, oh ja. Tom, een film van Woody Allen en ik zal kunnen zeggen mm -hmm. dat dat een film van Woody Allen is. Uh, Scorsese ook, maar er zijn nog. Ja, honderden Scorsese klonen, honderden Tarantino klonen. Ay, dus, ja, de, ay, dus, ja, dat zijn gasten die zo'n imprint hebben gemaakt dat, dat er heel veel volgelingen van zijn. Waaronder ik zelf eigenlijk ook, maar ik probeer dan ook. Binnen dat, dat is ook niet erg, weet je, je wordt beïnvloed, maar je probeert er natuurlijk in een eigen draai om te geven. Ik, ik denk wel, hey, al is het maar het kleine Vlaanderen, ik denk wel als mensen een film van mij hierop zetten. Of de, film, of de kortfilm die ik heb gemaakt uh, twee jaar geleden met mm -hmm. Matthias en Velen of zo. Hey, dat was een, een ding met tien kortfilms. Uh, uh, de lockdowns. Ja, ja, klopt. En eigenlijk een film met uh, schoenarts mm -hmm. en uh, Baten en zijn vele zuur. Ja. Yes, ja, ja. klopt. Ik denk, laat die tien films zien aan, aan een, uh, ik zou zeggen, een filmfan, een Vlaamse filmfan. En je kon er zeker die van mij uithalen, die van Janelen uithalen, Wouter Bovijnen, Kaat Beels. Ey, ik bedoel, mm -hmm. Dus dat, dat maakt wel dat je, dat je toch een soort eigen stijl creëert eigenlijk. Dat is volgens mij ook juist wat gezegd. Uh, als je in het Vlaams landschap kijkt naar films, dat je dat misschien zelfs als leek, zoals mij of mijn broer, een grote filmliefhebber, wel kunt zien. Uh, bij jou, bijvoorbeeld qua casting, dat is iets dat je ook uh, zelf doet. Ik zie bijvoorbeeld Jeroen Perceval heel yes. vaak uh, voorkomen. Uh, volgens mij ook logisch is dat je een klik hebt met uh, is dat de casting die je helemaal zelf doet en in de vrije hand in hebt? Of? Uh, ja en nee. Ja, soms... Hey, denk dat, ja, in het best mogelijke geval wel, natuurlijk. Hè. Ik heb ook een film ooit in, uh, in Amerika <laughs> gedraaid en daar was de acteur eigenlijk eerst verbonden. En dan was erna, kom ik, kom ik er daarna pas bij, ofzo, dus dat werkt wel anders. In Amerika is het studiosysteem is vaak de ster al verbonden aan de film. En dan kom je als regisseur er later bij. Dus dat hoeft niet altijd zo het geval te zijn. Maar hierdoor doorgaans wel eigenlijk. Mm -hmm. heb je vrij I, nu ook voor Zillion. Ik heb uh, Jonas Vermeulen gecast. Ik zal die naam zal waarschijnlijk bij de meeste kijkers uh, of luisteraars niet een belletje doen rinkelen. Maar dat is wel I, fantastisch. Een acteur die het fantastisch heeft gedaan. Dus I, op zich... Uh, ik probeer altijd gewoon te zien naar welk verhaal wil ik vertellen en wie heb ik daarvoor nodig. En dan ben ik minder bezig met sterrenstatus of niet. Maar soms ook wel. Dus, mm -hmm. I, ja. De film kan je misschien ook wel gebruiken. Een grote naam, is ja, volgens logisch, hè? Ja, absoluut. En Jeroen Perceval bijvoorbeeld, als je die uh, je hebt die in, in denk allebei de kortfilms gemaakt, ja. voor daarin, kwam hij ook al als acteur uh, voor? Moet hij nou komen casten eigenlijk ja. echt zoals voor Dardinnen? Of is dat gewoon nee. uh, ja. dat is een zekerheid? Nee, op dat vlak heb ik heel veel geluk gehad, Jeroen. Ik ben die heel vroeg in mijn, uh, zelfs in mijn schoolcarrière tegenkomen. En dat is ja, ik had daar een of heb daar een supergoeie klik mee en ook op creatief vlak. En, ja. die, die speelde ook een, een beetje in het verlengde van hoe dat ik schrijf en hoe dat ik denk en zo, je? Die belichaamt heel hard hoe dat ik mijn personages kan zien. Dus op dat vlak. Uh, is, yeah. Ben ik ben zeer dankbaar dat ik iemand als Jeroen ben tegengekomen. Zoals, uh, ja. Zoals Corsesi dat heeft gehad met uh, De Niro of uh, mm. Rosca met schoenarts. Ja. ook bijvoorbeeld. Van Looij, de Bouw. Ja, ja van voilà, Looij. Ja, zeker. We, nu, uh, we gaan nu kunnen kijken. Met heel veel plezier trouwens naar de zilien. Ik denk dat er heel veel mensen zijn. Ook als ik, als ik aangaf in uh, mijn dichte kring dat je vandaag de gast waard, Alle mensen verbinden uw naam onmiddellijk met zilien. Meer ja. dan met Tardenne. Uh, misschien wel. Menselijk, uh, maar eigenlijk had je film er ietsje vroeger kunnen komen, want uh, corona, dat was blijkbaar gepland om te starten als corona opdook, heb ik gelezen. Yes, correct, ja, dat was, uh, dat was redelijk absurd. Uh, wij gingen beginnen draaien in de week van de lockdown. Ja. Oké. Okay. Dus ik kan me voorstellen als acteur, Matteo Simoni bijvoorbeeld, die vertolkt de rol van, van Deens Black Magic, iemand die ik uh, als advocaat aan goed ken. Uh, ik kan me voorstellen als je als acteur probeert... Om ja, visueel op Dennis te lijken, dat dat niet zo aangenaam is, dat je daar dan aan het begin van de lockdown staat. En dan moet je. Uh, het uiteindelijke zijn die opnames zijn hoe lang? Ja, anderhalf jaar. Ja. jaar. Ja. Vraagt er dan iets in een script, in een casting? Um, ja, ik heb nog wel aan het script gewerkt, maar ik had zo, al zo lang aan het script gewerkt. Oh ja, dat was al wel een redelijk Swiss fucking watch, <laughs> zoals ze zeggen. Dus ik, ik heb er nog een beetje aan gedaan, maar uh, ja. Niet meer al te veel. Hey, het was wel een lang script, dus ik wist van ja, er moet misschien hier en daar nog wat uit, maar voor de rest eigenlijk viel dat wel mee. Nee. Hey, nee, die lockdown. Voor veel mensen was dat waarschijnlijk een leerzame periode, maar ja, ik heb vooral uh, langer op uh, mijn tanden moeten bijten. Dat begrijp ik. Ja. En ooit bang gehad dat hem er misschien niet zou komen. Want, uh, als we nu lezen voor de uh, Bad Girl, denk ik, is het van, uh, mm -hmm. van Bill um, Dat is ja, als regisseur. Dat is nieuws dat je nooit niet wilt krijgen. Dat nee. is je film in de schuif bland. heeft dat ooit gespeeld. Ik heb, ik heb het geluk dat ik, ey, ik heb een uh, ongelooflijk goede producent, Hilde De Lara, die ook de films van Erik van Looy heeft geproduceerd. Ja, die ging er echt wel. We gingen er al aan doen om die film wel te laten uh, doorgaan in ieder geval, ja, zeker. Maar um, nee. Ah ja, ik probeer daar sowieso niet aan te denken, in ieder geval. Nee, maar we hebben wel wat geld verloren, maar ik denk dat we het op een elegante, elegante manier hebben kunnen oplossen. Ja. De film, als die relatief af is, uh, 90%, is er dan een testpubliek dat wordt dus uitgenodigd? Of zijn dat dan mensen in hun nabije kring die je vertrouwt om het te zien? Ja, wat je zegt eigenlijk. Dus eerst laat ik die film zien aan mensen in de nabije kring. En nu, deze week, hebben we een testcreening ja. gedaan. Maar die resultaten heb ik nog niet. Mm -hmm. Spannend. Dat zijn connoisseurs van het vak? Of zijn dat Nee, dat de... is uh, Jan Modaal. Oké. Okay. Ja. Die dan ook allemaal andere insteken geven, misschien. Yes. Oké. Okay. Ja. Uh, avant première is er bijna. Wij zien in, in de boekjes en op televisie uh, iedereen uh, mooi verschijnen. Is dat nog leuk voor u, een avant-premiere? Um, ja, dat is het. tuurlijk is dat leuk. Maar ja, het is een beetje meer. Aj, ik voel al dat, dat ik er minder. Dat, het moet natuurlijk nog komen. Het exciteert mij iets, iets minder bijvoorbeeld dan. Aj, ik heb het ongelofelijke eer gehad om het filmfestival van Gent te openen met daardinnen. Mijn eerste film. En zo het filmfestival openen waar je als, als uh, puber vijf films per dag ging zien. En, aj, dus dat was, dat, toen had ik wel heel veel zenuwen. Uh, nu, op de dag zelf ja, zou ik ook veel zin hebben. Specifiek door dit project. Omdat, wat je, wat je zegt, als, je, als je, je aan je vrienden vertelt, uh, Zillion, Oké, okay, dit is een film dat wel echt heel veel mensen willen zien. Hoge verwachtingen van hebben. Ik heb er alles aan gedaan om die verwachtingen te gaan inlossen. Dus we zullen zien. Maar um, ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Je weet dat er u, u, heel veel uh, eyeballs op hmm. deze film gericht zijn. dat is ook de uh, beauty of it, Zeker. denk ik. Als ze hem uh, fantastisch scoort, wat ik absoluut denk. Uh, dat zal ook wel zo zijn. Dan, en alle, alle succes gegund trouwens. Dan uh, is dat natuurlijk van boven. En als dan bij sommige films. Uh, stel ook wel De Patrick, denk ik, was van de film die hij zo uh, wat minder scoorde. was niet van u trouwens, maar die dat zo wat minder scoorde. Dat is inderdaad zo. Hoeveel, want je steekt daar natuurlijk uw eigen leven in, bij wijze van spreken. Hoeveel draaidagen zijn dat? Echte draaidagen. Is dat, uh, oh, 56 uh, waren dat. Er, maar heel veel is van een, van een Vlaamse film in ieder mm -hmm. geval, ja. En is dat een cast die elkaar constant ziet, of is het afhankelijk van de scènes die gedraaid worden dat sommige acteurs elkaar zelfs niet zien? Ja, dat gebeurt zeker. Mm. Um, um, Frank Verkraassen speelt een, een grote rol in de film, maar die, had natuurlijk, ay, die speelt natuurlijk iemand van de belastingen. Maar die heeft natuurlijk niet uh, veel scènes mee, uh, met uh, Dennis Blackmagic mm. bijvoorbeeld. Dus die komen elkaar natuurlijk niet altijd mm. tegen. Uh. Gevoel voelt hij gedisciplineerd acteurs. Uh, je bent Soms lezen van die verhalen. Dan moet er om half tien zin en om half twee. Kijkt iedereen waar zit hem? Of is zijn in België niet? Echt het geval? Ja, ik denk niet dat je dat hier moet proberen. In ieder ja. geval, omdat ah, ja. de, de, de verhalen waar je het over hebt, die gebeuren doorgaans in Hollywood, waar acteurs alle macht hebben en er ook genoeg geld is om, uh, om over te draaien. Maar hier uh, in Vlaanderen. Uh, een draaidag, eh, je begint en je kunt maar maken dat je op tijd begint. Dat, uh, ja, vanaf dat je over hun tijd begint te draaien, dan moet iedereen uh, betaald worden. Uh, vaak met extra, uh, is het nog duurder. Dus je kunt maar maken dat, uh, dat iedereen op tijd is. Ja. Dat kan één keer gebeuren, maar geen tweede keer in ieder geval. Je verheugt naar Amerika. Je hebt ook de silencing ja. gedraaid. Dat was volgens mij in Canada. Maar ja, was ja wel... klopt. Uh, was het daar anders? Ja, zeker. Dat was een heel andere ervaring. Dat is, um, ja absoluut dat was, um, was een thriller. was was een goed script met Nicolai Coster-Waldau in de hoofdrol de, de kingslayer van Game of Thrones maar dat ja het is gewoon een hele andere manier van, van werken en op dat vlak heb ik dat ook wel onderschat omdat ik was nog nooit zo lang van huis geweest dus ik dacht van oh ja ik ga helemaal alleen naar daar naar het noorden van Ontario en oh ja, weet, ik zit daar een aantal maanden maar dat heeft toch wel een zware impact op mij gehad. Ik had nog nooit echt zo'n vriestemperaturen meegemaakt. Hij is op min 20, min 21. Ja, dat was, ik, ja, dat was echt. Ik kwam er al in mijn jeansbroek en mijn fleece. Echt, mijn <laughs> jeansbroek was gewoon bevroren. Echt, dat was echt verschrikkelijk. Ik heb allemaal nieuwe kleren moeten kopen daar en zo. Dus um, ja, dat was, uh, dat was een, een bijzonder intense periode in mijn leven ook, die film. Ja, zeker. Content van, van die film? Uh, Achteraf is het altijd anders natuurlijk. Ja, zeker. Goh, ja, content. Uh, maar ik ben nooit echt super content uh, van, van de dingen die ik doe of zo. Uh, had ik sommige dingen anders aangepakt, dat is zeker. We hebben zo'n punt waar dat de acteur al gekozen wordt, een bepaalde cast yes, al. Yes, ja. yes Lijkt mij minder leuk als regisseur. Want als het niet klikt, dan moeten we wel mee door. Ja, het is zeker niet dat het niet klikt ermee. Het is gewoon wat er gebeurd is. Het zijn acteurs die van... Eén project naar het andere gaan. Met als gevolg, hier, als ik een film wil maken, eh, pak ik weg met, ik zal zeggen, Dardenne, Kevin Janssens. Mm. Ik en de Kevin, wij gaan gezellig zitten, wij gaan nog eens een keer eten, wij spreken alles door, wij repeteren. Daar, die acteurs die worden per week betaald. Dus ja, die producenten gaan maken dat die acteurs natuurlijk niet te vroeg komen. Dus eh, de week voor de shoot komen die mm. aan, of twee. En dan, dan moet je nog zorgen dat je echt op dezelfde golflengte zit. En, en dat was natuurlijk gewoon vanuit een creatief standpunt vaak iets moeilijker om gewoon op de set nog te lang te discussiëren van ja, ik zie dat zo, maar ja, ik zie dat zo. En, en Nicolas is een bijzonder intelligente mens, die, um, ja, die enorm veel kilometers op de zijn teller had met Game of Thrones, die wist vaak mijn acties scène. Ja, hey, dat was dan wel. Hey, ik zei van oké, okay, we gaan dat zo doen. Ga ik op daar je verschuilt je achter die een boom. Dan pakt je je weer. En hij zei van ja, nee, dat gaat beter zijn als ik van die een boom kom. Want dan hey, gaat je camera daar belanden. Het probleem dat probleem natuurlijk is, je hey, voert die discussies met heel de crew erop. Mm -hmm. Dus jij zegt van ja, ik kan natuurlijk niet. Zeggen van, ja, de, ah ja, je hebt gelijk uh, met al die crew erbij, want dat is ook een soort, ja, machtspe, ay, ma, Niet een bewust machtsspel, maar je wilt natuurlijk wel een soort autoriteit, dan nee, dat zo doen. Maar ja, dan zie je dat shot en dan denk je, godverdomme, hij heeft gelijk. Ah, oh, oké. Okay. En dan je, ah, ik denk je, ja, ik denk toch dat het beter is dat je van daar komt. Maar, dus dat, dat, zijn zo, maar uh, dat is wel indrukwekkend om met zo iemand te werken natuurlijk, maar dat, is zo, ja, dat was voor mij allemaal nieuw. Weet je, dus dat... Dat was, uh, dat was gewoon een enorme... Ik heb daar meer geleerd dan dat je ooit op een filmschool kunt leren. En, uh, dus op dat vlak ben ik uh, super dankbaar dat ik die ervaring heb gehad. Maar uh, ik denk wel, ja, zoals ik al zei, dat ik, dat, ik, dat ik het allemaal een beetje anders zou... Een van de fouten die ik heb gemaakt, is dat ik niemand heb meegepakt uh, naar daar die kinderen. kende. Mm -hmm. maar, uh, dus ik kwam daar helemaal alleen. Ik had geen vertrouwenspersoon of zo. En dat, dat maakte het, maakt het wel moeilijker, ja. Begrijp en gebeurt het dan ook dat, dat zo'n acteur, als je tegen hem zegt, je gaat nu van links naar rechts, in zijn eigen denkt is beter van rechts naar links, en het dan gewoon ook doet, of luistert hij wel? Ja, ja en, pff, die luistert wel zeker. Hey, maar dat, 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 hey, er zullen er zeker zijn die zeggen, ja, ik doe dat niet hoor. Ja, ja. absoluut. En ja. gebeurt het ook af en toe dat hij een dialoog of een monoloog lezen en denken van we er misschien iets leuker van maken, het dan ook gewoon doen en dat je dan ja. verrast bent? Of ja, dat? ja. Pff, nee. Dat gebeurt wel en dat, dat was specifiek met hem, dat was, die zei van, ja, die zin, ik, vind dat niet, ik zou dat niet zo zeggen, of ik zou dat niet, ik zeg van, ja, maar ik moet die informatie wel hebben en dan, maar het, het probleem was, met dat zijn allemaal zeer relevante discussies en, het probleem was dat we die vaak op de sit voerden. En waarmee als gevolg echt de, gewoon, dat de klok tinkt de hele tijd. En ik, das, das gewoon, daar heb ik spijt van dat we al die gesprekken ervoor niet hebben kunnen voeren. maar als gevolg de helft van de tijd stond te discussiëren op de sit. Terwijl, de, eh, terwijl dan op het einde van de dag was: het, uh, ja, sorry, einde draaidag, ja, maar ik moet op nog hebben. Of ja, die scène, ja, die scène, uh, die kunnen we niet draaien. Of, hey. En dat, was, dat, was, uh, dat had ik anders, uh, misschien anders moeten aanpakken of harder met een voet tussen de deur steken. Mm. Ja ook wel een bepaalde ambitie denk ik. En ook niet de makkelijkste opdracht. Als je daar min 20 of min 21, als gelijk uh, in sommige gezeg films gezegd wordt, de, de, de ballen in de broek vriezen. Ja. Om daar dan, je kunt ook niet zomaar zeggen, we gaan dat nu een keer vijf keer opnieuw doen. je nee. die temperatuur, je die weersomstandigheden, dat kan volgens mij niet zo, niet zo makkelijk zijn. Nee, nee, inderdaad. Ay, de de klot ruimte die film was ook. <laughs> dat die film zich, uh, eh? dus als je de film ziet en uh, begint met een, pra een prachtig shot van het sneeuwlandschap. Maar dus ja. Wat ze ook zeggen over Canada is uh, four seasons in a day. Dus, ey, dus dat was, soms lag er letterlijk sneeuw, s ochtends, en dan s'avonds was dat gewoon weg. En dan de volgende dag zon. Je kunt je dat niet voorstellen. En dan ey, die shoot, die, ik denk wanneer zijn we aan het beginnen draaien? Dus van maart tot eind mei of zoiets. Eind maart tot eind mei of midden mei. Ja, dat, dat, zijn echt, dat werd er bijna zomers. Met als gevolg dat dat gewoon. Sommige locaties, ja, we kunnen daar niet meer draaien, want er ligt geen sneeuw meer. Ik denk van, oh ja, kunnen we een sneeuwmachine? Ja, nee, uh, dat gaat niet meer. Oké, okay, ja. Dus van die oplossingen, van die, ja, ik vind die debiele oplossingen, hey, wat altijd gebeurt natuurlijk, hey, maar dat, ja, er komt gewoon superveel bij kijken. Ah, ik zeg het, wij deden daar uh, locatiebezoeken. En dan wandel je door zo'n soort. Ja, hier staat, een, hier staat een chalet. Ik zeg: Moe, waar staat dit chalet? Ja, je staat erop. Ik zeg: Wat? Ja, op sneeuw. Zo'n pak sneeuw. Dus ja, ik stond gewoon op die locatie eigenlijk. Maar ja, zo, ja, maar dat gaat weggesmolten zijn tegen dat wij er draaien. Ik denk: Ah ja, oké. Okay. Dus dat, was, ja, dat, was, dat waren zo, ja, van die dingen waar ik, nog, waar ik in België gewoon niet nadenk dat daar kunnen gebeuren. Ook afstanden daar, compleet belachelijk. Hey, twee uur daar is gewoon, dat is als wij hier naar de, naar de, de La Faye gewoon een brood halen. Maar dat, echt, echt absurd gewoon, die afstanden. Dus uh, ja, dat zijn allemaal dingen die ik uh, als, een, als een beetje naïef manneke daar uh, wat anders gaat. Het is beter om de dingen bij te leren in, de, in het jonge leven dan dat je de 55 zijn en je eerste kans bij aan spreken krijgt internationaal. Dus beter zo. Ja, ja. Je weet, dat onze podcast, uh, de Swedish Session, is altijd een voordeel, zoals gezegd, voor een uh, goed doel. Um, in uw geval heeft dat iets te maken met uh, film? Of een uh, goed doel? Of, of uh, ten, ten behoeve van regisseur die kansen moeten krijgen? Of is dat iets anders? <laughs> yes. Nee, ik ga uh, ja, sowieso iets in Antwerpen pakken. Uh, ja, ja. Of in de buurt van Antwerpen. En uh, ja, ik had gezien uh, deze week uh, met corona dat er heel veel dieren naar het asiel werden gestuurd. Van mensen die een uh, lockdown puppy of lockdown kitten hebben gekocht. En uh, ja. Ik heb altijd. Uh, de ironie is dat ik zelf een kat heb gepakt met de lockdown. Die heb ik ook moeten wegdoen. Maar ja, dat beest had het zelf gezocht. Die, die scheet heel mijn bed onder als ik niet thuis was. Echt waar. Die was die, die stik was jaloers. Echt. Dat was verschrikkelijk. Als ik wegging, die, die werd kwaad. En die. Uh, echt. Oh man, degoutant. Dus uh, die kat heb ik naar een uh, ranch op North gebracht. Letterlijk is, uh, in Leopoldsburg, niet in okay. <laughs> ja, Canada gestoegd. Nee, maar, uh, dus, um, <laughs> kom, ik, maar ik zag dat beest wel doodkracht. Dat is okay. echt een moeilijke beslissing. Maar in ieder geval, dus die dieren die je naar het asiel werden gebracht, uh, die, uh, ja, dat grijpt me wel aan. Dus ik ben, okay. uh, ja, ondanks dat ik een vleeseter ben, ben ik wel ook echt een dierenliefhebber. je spreekt de niet uit, hè? Ja, nee, hm. ik vind, ja, ik heb er toch moeite mee. Ik vind, ik vind me een hypocriet eigenlijk soms. Ik hm. heb, ja, echt. Ik, mij zo... ik hou echt van dieren. Ik ben enorm empathisch. Als ik iemand een hond zie mishandelen, dan komt er iets zeer rancuneus uh -huh. of iets kwaad naar bij me boven. Maar ja, ik voel me dan ook wel vaak schuldig als ik zo spek mij erin eet of zo. Okay, okay. Maar goed, het dierenasiel dus, dus. Het dierenasiel. <laughs> Fantastisch. Yes. Um, dus alle kijkers en luisteraars: uh, alles kan gevolgd worden op onze Instagram-pagina. En natuurlijk te beluisteren te bekijken: YouTube, uh, de podcast-app uh, enzovoort. Uh, graag aan uh, die nu geniet of niet geniet van ons gesprek een uh, vrijwillige bijdrage. Uh, elke euro is van harte welkom, want die dieren moeten die effectief uh, geswayerd worden, eten gegeven worden. En er zijn meer en meer dieren die daar belanden, dus een zeer warme oproep om daarvoor te doneren. En dan uh, zullen wij ook, indien u een donatie geeft, een uh, onschuldige hand, de volgende keer bij de volgende podcast zullen wij daar uh, een naam laten uit trekken en die krijgt dan een uh, mooie prijs die uh, Zeker. Mee je mee over houdt? Um, ja, absoluut. Ik ga... Het uh... is echt een fucking grote prijs, want ik word elke okay. dag gebeld, maar uh, ik ga dus uh, een uh, duo-ticket um, voor de avant-première van de Zillion um, uh, weggeven. Dus... Um... Ik zou zeggen, stort nog veel geld voor die arme beesten. En uh, voilà. Dus uh, bij deze kunnen u uh, op dinsdag 25 oktober naar uh, de première van de Zillion En aansluitend het uh, gigantisch grote feest in de Waagnatie, waar de Zillion uh, tot leven wordt uh, gewekt uh, nog één keer. Ja. Voilà. En van première's, dan worden effectief uh, iedereen die met die film te maken heeft, die worden platgebeld de weken voordien om er te mogen bij zijn. Bij deze een uh, zeer, zeer mooie. Prijs die gewonnen kan worden, de avantpremiere hier in Antwerpen, aansluitend het feestje in Antwerpen als laatste de deur dicht trekken, zou ik zeggen, en zeggen dat de film fantastisch was. Dus dat moet er gebeuren. De vorige podcast, Steven Willaart, hebben ook zeer vele mensen zijn zeer gul geweest met bijdragen. De al dan niet onschuldige hand van Robin zal iemand uit onze bokaal trekken die dan ook een prijs gewonnen heeft. En het was een etentje voor twee personen in het sterrenrestaurant Vintage. Aha. Is deze in? Ja. Ik eens uh, voorlezen wie dat, dat gewonnen heeft. Robin Pront, wat toeval. <laughs> <laughs> nee, um, de winnaar is Hendrik uh, Vinken. Hendrik Vinke. Yes. Jij mag uh, samen met een uh, goed gezelschap, met z'n tweeën, naar restaurant Vintage afzakken. En u zal daar bijzonder gesoigneerd worden door uh, Steven Willaert. En zijn vrouw en de equipe uh, bijzonder bijzonder lekker het gaat dus maken. Um, fascinatie voor film. We hebben al wat aangeraakt. En de logische is natuurlijk de zillion om mee te starten, ook het Amerikaanse avontuur, als ik het zo mag samenvatten, uh -huh. uh, kort aangeraakt, maar dat komt van ergens. Het is niet dat jij op de gegeven moment maandagmiddag of maandagmorgen opstond en zei: ik ga nu een keer wat films maken. Is dat van je jeugd af, eigenlijk dat je de cinemazalen plat liep? Ja, eigenlijk ja, wel. Um, ik, um, ay, mijn vader was een camionchauffeur voor uh, bedrijven zoals uh, BMG en PolyGram, wat grote platenmaatschappijen zijn. En ook uh, Warner Brothers en zo. Die hadden al, ay, in de Golden Years van die tijd um, was, uh, ay, hadden die hier allemaal een tak. En um, ja, zo kwamen er heel veel uh, VHS'en bij ons thuis terecht. En um, hadden wij een kelder vol VHS'en. En zo, ja. Allee, mijn vader was ook een grote film van dus ik denk dat hij dat zo een beetje is uh, met de paplepel is ingegeven. En zo heb ik die microben eigenlijk uh, te pakken gekregen. En sowieso was ik altijd wel een beetje uh, ja, een verhalenverteller. Mijn vrienden zouden zeggen een fantast. Ja. <laughs> maar uh, in ieder geval, ik, uh, ik zou zeggen, ja, ik, ik, ik was al bezig met verhalen en, en, en ja. Pff. Lezen, ik leesde ook op maniakaal veel eigenlijk als kind. Dus um, op dat vlak was ik er altijd mee. Ik wou altijd wel verhalen vertellen of zo. Mm. Dus dat, Het creatieve. En dat echt film, dat is echt later gekomen. En dan heb ik ooit eens een, uh, van mijn moeder een UGC, Unlimited Card, die ik nog altijd heb en die mijn moeder nog altijd betaalt. Tot mijn grote scha in schande. <laughs> uh, en dan zo, ja, als kind gewoon, dan, dan ging ik gewoon continu, als 15-jarige, continu naar het cinema. En ja, zo is dat eigenlijk weggekomen. Je hebt gehoord in Antwerpen zelf? Of? Nee, ik uh, kom uit uh, Edegem eigenlijk. Ja. Maar ik, ben wel, ik ging naar Bergen in school en, mm. en, en, en zo, ja. Dus eigenlijk om de rand vlakbij ja, van Ja, ja, klopt. En uw papa, had ik eens gelezen, was uh, Nederlander? Klopt, Amsterdammer, ja. ja. Zei, vandaar dat je dan misschien ook had gezegd Ik je had heel veel verhalen bij voor de vrienden. die zijn een beetje het Amsterdamse, mensen die je graag... <laughs> praten en het Zeker. mooi kunnen uitleggen. Ja, absoluut. Ik was uh, overlast, uh, nog eens in Amsterdam uh, mijn Amsterdamse familie aan bezoeken die ik niet zoveel zie. Maar dat was... Uh, hey. Ik ben daar de bedeesde. Dat is uh, zeer raar is als je mij echt kent. Het is echt een uh, ja, uh, zeer uh, apart volkje. Ik heb ze heel graag, maar uh, wel echt uh, ja, het hart op de tong mm. daar. Dus ja, inderdaad. Uh, ik, ik heb wel een soort Nederlands... Uh, ik voel wel dat ik... Dat ik, uh, ik ben redelijk direct in mijn communicatie. Dus ik voel dat dat wel mijn Nederlandse kant is. Ik mm -hmm. ja. hebt ook een hele leuke woordenschat. Ik werk dat een cliënteel die bij ons in het advocatenkantoor komt. Als je een Belg hebt of een Nederlander die komen praten over hun probleem. Ik luister ja, veel liever naar de Nederlander die het veel sappiger kan vertellen. Ja. En een leukere woordenschat heeft. Dus misschien heeft uw vader dat ook wel meegegeven aan u. Ja, zeker, zeker, absoluut. En was zo een die met die aan veel op straat hing? Of een beetje een schoffie, zoals je dat zegt, of een oh, brave student? Ja, nee, een brave student zeker niet. Maar ja, het, oei, ja, het ding is, mijn moeder is leerkracht, was leerkrachtbasisonderwijs, dus die in Berchem ook. Dus die zorgde er wel voor dat ik, ja, dat ik, dat ik op zijn minst een beetje studeerde. En ik heb wel het geluk gehad dat ik ook nog wel een... Oei, voorzien was van een redelijk goede stijl hersenen, dat ik niet al te veel moest studeren voor mijn examenstafel, behalve wiskunde, fysica, verschrikkelijk. Hm. Maar ja, straat. Uh, ja, ik, zeggen, ik was zeker geen uh, kruimeldief, zoals ze dat zeggen, maar wel ja, continu eigenlijk. Of zo. Ja, zeker. Ik was, uh, ik was nogal vatbaar voor peer pressure. Mm, Avantuurlijk. Ja, zeker. Zo. Als er iets zot moest gebeuren, was ik de eerste om de rij om dat te doen eigenlijk. Uh, en, en ja, vroeger. Uh, ja, zoals veel idioten uh, ja, was ik uh, jointjes zo in het park en zo. Dat, 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 dat ah, daar ben ik alle chance. Dat zegt me nu niks meer. Dus dat was wel zo iets dat ik deed in die tijd. En dan, ja, dat hangde wel rond. Maar voor de rest... Uh, pff, ja, was ik, ik was nooit echt... Uh, of ja, iemand dat zo geïnteresseerd was om criminele stoten uit te halen dat, dat, dat interesseerde me niet maar het was wel zo, uh, het straatleven vond ik altijd wel fascinerend en wat ik ook wel echt leuk vond was om zo ja, een beetje aan te schurken bij wat uh, ruigere figuren zonder dat dat dan echt mijn vrienden waren of zoals je begrijpt wat ik bedoel zo, uh, ja, ik vond dat altijd het Plan B, mijn eerste kortfilm dat is, een beetje, dat is gebaseerd op, 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 op een verhaal dat ik had gehoord. Een waar gebeurd verhaal van zo wat vage gasten waar ik van wist dat die ook rondhangden in de buurt en zo. Dus dat is eigenlijk raar genoeg gebaseerd op waar gebeurde feiten. En als je de kortfilm ziet, denk je van dat. Hem. Maar inderdaad. Twee gasten die hadden inge, uh, ingebroken bij hun overbuur, en daar niet beter op hadden gevonden dan uh, denken van shit we gaan gewoon bij ons eigen inbreken en in ons eigen appartement trashen dan gaan de flikken niet denken dat wij het hebben gedaan dus ik vond dat zo'n grappige denkpiste dat ik dan daar een kort film over heb gemaakt nee, dat, dat vind je zelf niet uit nee inderdaad injury time ook volgens mij dat mm -hmm. komt volgens mij over die Antwerp hooligans ja. ook uh, heb ik ook keer eens gelezen in uh, of ik weet niet hoe over over Antwerp hooligans die Vraag wou we nemen aan een mislukte uh, bosfight of zo. En uh, ze waren uh, op trot en ze zagen opeens een groep scoutsjongeren uh, fout aan. Ze dachten dat dat de tegenstander was. Dus die vliegen er allemaal op af. En voor ze het goed en wel wisten, bleek dat het dus inderdaad scoutsjongeren te zijn. Dus dat vond ik ook heel grappig. Ja. En uw plan B was uh, uw eindwerk? Klopt. Op uh, uw, de, 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 uw afstuderen als, uh, als regisseur zo ja, Nee, niet afstuderen. Nee. Dat was eigenlijk in mijn derde jaar. Ja. Dat was. Uh, ja. Ook een redelijk. Uh... Lucas, of was Sint-Lucas? Ja, Sint-Lucas. Eerste en tweede jaar Sint-Lucas was ik echt zoekende. Ik was zeker niet de student die er met kop en schouders bovenuit stak. Allee. De ironie is: denk ik dat. Eh, ik, heb, ik heb in de klas gezeten met Adil en Bilal, Gilles Coulier, uh, David Williamson, fantastisch cameraman, uh, Grim van de Kerkhoven, fantastisch cameraman. Echt wel zo'n klas waar je van denkt, als je er nu op terugkijkt van oh, wie heeft daar allemaal in gezeten. Maar de grap was, wij waren doorgaans de slechtste studenten eigenlijk, of de, of de meest middelmatige studenten. Maar ja, wat we wel allemaal hadden en hebben, was een enorme bewijsdrang eigenlijk. En ja, als ik er eigenlijk nu op terugkijk, waren er gasten die veel getalenteerder waren, of, of meer zo direct getalenteerd misschien niet, maar wel een meer natuurlijke feel hadden voor een regisseur of filmmaker te zijn. Maar die het ook allemaal een beetje lieten betijen. En ik, Adil, Bilal, uh, Gilles... Eh, Gilles is de maker van uh, De Dag en uh, Cargo, de film. Mm -hmm. Wij hadden allemaal wel een soort enorme drive in ons ofzo. En dat, dat, dat typeerde ons wel. Maar dus inderdaad, plan B, zoals ik zei. Um, eerste, tweede jaar maakte ik kortfilms waar uh, niemand op zat te, op, op zat te wachten. En pff, ja, ik, ik had mijn eigen eigenlijk voorgenomen. Okay, derde jaar je kunt maken dat deze film dat hij er boek op is of anders stopt er nog beter mee. Want ik vind het niks vernederender als zo iets maken, iets creatief. Ik weet niet, dat is ook een soort uh, ja, eigenlijk is dat geen goede eigenschap. Want ik trek mijn eigen uh, dat heel hard aan. Maar als je iets creatief maakt en dat wordt middelmatig bevonden, ja, daar zie ik enorm van af. Mm -hmm. hey, dat is, ik vind dat echt verschrikkelijk. Daarom komt daar, daarom werk ik ook zo hard denk ik aan mijn projecten. Ik wil gewoon zien dat dat. Ey, ik moet zorgen dat dat het beste is. Dat is zoiets in mijn kop en dat moet, ey, dat moet echt top zijn. Mm -hmm. Dat lukt zeker niet altijd, maar je wilt wel het gevoel dat je er alles aan het gedaan En bij Plan B was dat ook zo, mijn kortfilm. Die in, um... ja, daar heb ik echt mijn hart en ziel in gestoken. En dat was dat ja, opeens in het derde jaar wordt dat geselecteerd voor Leuven Kort. Wat niet evident is. Dat is het kortfilmfestival een beetje waar iedereen naartoe wil. En toen woonde dat ook nog. Zo. Ik was op, op weekend daar binnen met vrienden, een redelijk al weekend, uh, moet ik zeggen. En opeens krijg ik daar telefoon. Ja, je moet morgen naar Leuven komen. Ik denk, ah, oh, Leuven. Wat moet, ja, waarom? Ja, ja, het is toch beter dat je komt en, en ik dacht van godverdoem, wat moet ik hier nu doen nu, een enorme kater, okay, Dus ik ben weg van dat weekend in Ardennen, dus een trein naar Leuven. Ik kom kom aan en zei, ja, ja, wat ja, die stel ik. Ik zeg, ja, dat mogen we niet zeggen. Ik denk, ah ja, oei, ik zou waarschijnlijk beste debuut hebben gewonnen, snap je? Dat dacht mm -hmm. ik dan, maar uh, kwam, opeens kwam er een jurylid naar mij en ik zei, ja, nee, het is niet beste debuut, het is uh, beste uh, publieksprijs en juryprijs, wat de twee grote prijzen waren. En dan, ja denk, toen is mijn leven echt veranderd. Toen had ik dat nieuws heb gekregen. Omdat ik dan, ay, dat was een ongelofelijke eer. En, ay, nu zullen er waarschijnlijk een aantal mensen denken: van, oh, oh, is dat ay, snap, Maar voor mij was dat het meest ingrijpend. Voor de eerste keer, denk ik, eh, ik zal zeggen ik heb geen makkelijke jeugd gehad, was dat wel een soort bevestiging van die gast kan wel echt, ay, of ik kan echt iets. Maar, ay, er is een soort graadmeter in het leven: die, die juryprijs en die publieksprijs. En, en dat bevestigt dat opeens. Want ay, vroeger zeiden mensen altijd wel, ja, die gast is wel getalenteerd, maar... Uh, speelvogel, luistert niet... Uh, al die dingen, zo, of gaat er iets van komen, dat kan twee richtingen een beetje uit. Als die Nissen en, en, dat was voor de eerste keer zo'n ding in mijn leven, van... Oké, okay, die gast, of ik het dus... Als ik echt mij toewijd aan iets, dan gaat er wel iets positiefs uitkomen. En uh, ja, dus dat, dat heeft mij een soort... Uh, die drive gegeven om verder te gaan. En dus ey, Plan B, ik zal er voor de rest van mijn leven goede herinneringen aan hebben. Ja. En als uh, ik straks naar de ga, dan uh, word ik daar nog altijd aan herinnerd eigenlijk. Ja, ja onder meer aan die vond ik. Maar ik heb hem uh, zelf voor de eerste keer gezien nu. Ja. Omdat ik, uh, een tijdje geleden, ja. uh, met, met mijn broer, dat ik een goede klik had. En dan heb ik altijd graag, als er iemand is die, die creatief is, dat ik er ook uh, ofwel van alles van lees of uh, van bekend bekijk. Dus je kunt hem online bekijken. Um, nou een zeer kleine bijdrage, ik zou zeggen ook doen, want wat voor mij een is voor een film, is altijd, we zijn nu 2022, dat is gemaakt 2010 of 2012? 2008 eigenlijk. 2008, ja. dus 2008, die is dan nog altijd. Ja. Uh, we zijn zelfs strafpleiter, het gaat eigenlijk over, toen ook al Jeroen Perceval en Kisting. Uh, ja, klopt. Uh, wat toch ook wel ja, de zijn. Uh, ik weet niet of ze toen ook al zo bekend waren. Als ja, nu. Uh, Jeroen, niet zo, maar Manu Kersting ja. kwam juist uit met dus ja, ja, ja. Oh ja, Wat ik een heel coole serie ja, vind en dat vond. Zo, ja. Dus, ja. En dat zijn twee mensen die, ja, onder andere maatschappij, dat is makkelijk uitgelegd, maar daar komt het een beetje op neer. Uh, in, 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 in drugsdeals doen, dat loopt allemaal niet zoals het hoort. En dan moeten de meestal maar een keer kijken. Want wat mij verwonderde, ik ben, ik kan niet zeggen, geen fan van kortfilm, want ik ken het gewoon niet. Als ik een film opzet, zijn het de normale films, de mm langere -hmm. films. Dat je eigenlijk enorm veel kunt vertellen op 16 minuten ja. bij die film volgens mij. Uh, is dat iets wat je overwaakt van die moeten hier qua figuren uh, De kijker moet daar uh, van alles over te weten komen, of is dat minder belangrijk in een kort film? Nou, er zijn sowieso geen regels, denk ik. Nee. Uh, maar pff, ey, Die kort film speelt zich natuurlijk af, af op één locatie, wat, wat de ding is. Enerzijds complexer maakt, omdat je alles op die locatie moet vertellen. Anderzijds ook makkelijker, omdat je weet dat zijn de limieten van, 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 uh, van het verhaal. En ja, het is, uh, ik, heb, uh, ik zeg het zuur, die kortfilm dat ik heb gemaakt, dat is één scène. En deze zijn heel veel scènes achter elkaar. Dus op zich is dat wel een heel interessant gen genre. En ook een heel moeilijk genre om echt in, om, ja, om in te excelleren vind ik. Kort film, omdat je eigenlijk gewild wilt iets vertellen op een heel korte periode. Mm -hmm. maar... Ja, plan B specifiek. Dat ik wou dat vooral, hey, omdat ik zei dat, is een soort uh, wow, geïnspireerd op waar gebeurde feiten, vooral. Dus dat wou ik wel echt, uh, qua dat per se vertellen. Dat was de uitdaging, oké, okay, hoe ga ik dat vertellen inderdaad de uh, laatste 17, 16 minuten? Nou, 16 minuten, ik. 56 draaide dagen, uh, Plan B, over wat spreken we dan? Uh, ik denk dat het er, denk drie of vier waren. Hmm. Ja, ja. En qua budget is het dan van de overheid. Is nee. het dan, nee, dat is uit eigen dus, zak. Ja, nee, ik had Mijn moeder het allemaal betaald. Uh, ja, dus, uh, dus ik mocht ook nooit op kot uh, in, in Brussel. Dus ik moest elke dag pendelen, wat ik verschrikkelijk vond. Want uh, Sint Lucas, dat ligt uh, op een of andere godvergeten berg uh, van het station. Dat is echt klote. Dus. Uh, dus dat was elke dag naar boven wandelen. Maar, uh, maar mijn moeder was wel zo, of mijn ouders waren zo lief dan wel, om, om een potje opzij te zetten voor die kortfilms te betalen. Want dat is toch grap 4.000, 5.000 euro voor een kortfilm. Ja, om dat uh, te betalen. Oké. Okay. Ja, maar als gevolg, dat is dan helemaal de grap. Met die kortfilm had ik dan een prijs gewonnen uh, op Leuvenkort. Pellicule. Niemand draait nog op pellicule, maar toen was dat 16 mm. Dus dan moest ik mijn volgende kortfilm uh, draaien op pellicule. Maar ja dat was ook niet genoeg pellicule voor heel die kortveld te draaien als gevolg dat ik dan allemaal pellicule moest bijkopen om dan mijn eindwerk te maken wat belachelijk duur was. Dus dat was eigenlijk een soort ja, enorme vloeken en een zegen, die pellicule. Ja. Het feit dat je dan de prijs of zelfs twee prijzen wint, betekent ook dat de, de, op Sint-Lucas daarmee open armen onthaald werd? Of is het dan anders? Is dat dan een, hm. een academisch, uh, ik kon niet zeggen dedijn, maar is het dan... Anders dan men dat percipeert. Ja, weet je waar alles? Op Sint-Lucas, ik ben, ben van een platte Antwerpen mm -hmm. ja, Een boer zou zelfs mensen zeggen. Hey, weet, ik kom er dan al met mijn voetbaltruiken op Sint-Lucas. en mijn naar Maxen. Ik was niet het prototype van de Sint-Lucas-student. Mm -hmm. Dus ja, op, op dat vlak was het dan wel grappig dat ik dan ay, op Leuvenkort uh, had gewonnen. Maar ja, ik ben niet iemand, denk ik. Ay, Correct me if I'm wrong. En als de wel zoiets mogen mensen melden die zich anders gaan gedragen als ze een beetje succes ah, ik, blijf, ik blijf altijd mezelf. Ik zeg hmm. altijd als, uh, als mensen mij zeggen: van, uh, Ja, ga jij nu niet arrogant worden nu dat je wat succes hebt. Dan zeg ik altijd: Maar ik was al arrogant. Dus, <laughs> ja. de dus Amsterdamse ik, was al lang. Ja, al ja voilà, dus um, op dat vlak uh, was dat niet raar. Maar ik denk wel dat ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat frustrerend is als je zo van een Artus student bent met je rolstaf en je baret. En opeens <laughs> zitten die gast uit de stad. <laughs> al die praatjes vinden dat je denkt: godverdomme, toch niet een dier? Voilà, maar ik weet het niet. Als okay. je okay, de, de kort film bekeken? waren er twee passages die mij opvielen. In de eerste plaats, en opvielen omwille van een huidige tijdsgeest. Uh, mijn kisting op een gegeven ogenblik, uh, dus er is uh, iemand uit het Oostblok, ik zal het zo zeggen. Die, um, die, die nu zaken doet met hen, of die bovenin staat in een drugswereld. Dan zegt van ook kisting, we waren beter bij die bruin mannen gebleven. Want die uh, worstblokkers, als ik het uh, juist paraphraseer, moeten die kostuum aan schieten, dat blijft het leerste van het leerste. Die ja. uh, zijn, we hebben nu zo woke, dat is ook al vaak een geval in de podcast, waar het ook zo, zo aanwezig is. Uh, denk je dat dat nu op een andere manier zou moeten gemaakt worden? Of dat je daar uh, misschien iets meer naar zou kijken? Of ja, denk ik wel, wel? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, denk dat is ik toch jammer? Ja, maar ja, ja, ja. Hey. Ik vind dat een ontzettend moeilijke discussie. Hey, ik heb het met Dardenne ook meegemaakt. Ik, uh, ik had het uh, met Dardenne. Hey, valt er ook een, een, een woord dat ik zelf nooit zou uitspreken? Mm -hmm. Maar Kevin Jansen zegt dat woord. Je kunt al raden over welk woord dat mm -hmm. het gaat. Een um, brugge supporter. <laughs> nee, dat... <laughs> dat is nog niet iets anders. Nee, voilà. Maar in ieder geval, en er was toen ook wat consternatie over over dat woord specifiek. Dat dat heel kwetsend is voor mensen. En toen kon ik dat niet begrijpen. Terwijl ik dat nu wel begrijp. Begrijp dat natuurlijk. Ja. Nog ja, toch? Ik, ik weet het, ja. Kijk, het, 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 het ding is, je maakt, die, je maakt die grap een beetje, en dat snap ik wel. De, op, de, op de kap van om ermee te lachen. En dat, ja, dat is dan grappig. Ik zal een film, ja, ik wil die niet onder de bus gooien, maar ik ga toch even zeggen, Torpedo, eh, wat ik eh, van genoten heb in die film, er zitten een aantal jokes in die film op, 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 eh, over, over een zwart personage. Eh, ik snap wel dat je ermee lacht, maar ik vond dat toen ook in de zaal ongemakkelijk, omdat ik dacht van ja... Dat, dat, eigenlijk wordt die, die mensen een beetje de huid vol, volgescheten eigenlijk. Mm -hmm. op een grappige manier. Hè? Dat is aan de Stefan Perseval en ik denk ook aan de Sven de Rieder, en Die brengen dat wel grappig. En ik, ey, en de, maar je wordt eigenlijk wel verwacht om ermee te lachen in die zaal. En dan denk ik van ja, eigenlijk ben ik hier wel mee een soort racistische mop aan het lachen. Mm -hmm. Maar pff, waarom eigenlijk? Ay, ey, ja, ik, ik, ik merk gewoon dat ik er zelf ook een beetje in veranderd ben. Mm -hmm. Want ja, in de Zillion zat, zat, zat er ook een stuk en ik, ik heb dan... Heb dan ook, ja, ik, ik ben er wel meer mee bezig, eigenlijk ofzo. En ik, ja, of dat dat een slecht iets of een goed iets is. Dat ik, dat, ay, daar ben ik misschien niet slim genoeg over om er iets over uit te wijden. Ik weet wel dat ik niet nodeloos mensen wil kwetsen, dat ik dat ook snap. En, maar anderzijds, ik vind het een weerzinwekkend gevoel als iemand naar mij komt om te zeggen jij mocht dat niet doen, of jij mocht dat niet maken, of jij moet dat en dat. Dan denk ik ook wel van fuck you, je hebt niks over mij te zeggen. Nee. Maar ik wil wel een empathisch vermogen hebben om mij te kunnen verplaatsen in iemand. En, dat die, en dat, 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 ik wil niet gewoon klakkeloos dingen zeggen van ik doe wat ik wil en kan mij allemaal niet aantrekken. Dat vind ik ook, Zo ben ik gewoon mm. niet als mens. Je en ik denk ook wel Ja, de tijden veranderen nu mm. soms eenmaal. En ik wil niet zo. Ik wil niet gewoon kappen. Het is een, echt een moeilijke balans. Het is. Ah, je hebt zo twee extreme. En ik. Well, ik voel me een beetje niet midden eigenlijk ofzo. En vooral ook er is al zoveel veel over heel die woke gezegd. Ik denk niet aan hey, hey, alle terrassen op het zuid mm -hmm. en in Borgerhout zullen er allemaal uren over hebben gepalaverd en we zijn er allemaal niet over uit. Ik denk dat iedereen dat een beetje voor zijn eigen mm -hmm. moet zien, maar pff, ja... ik gewoon ik, 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 ja, niet in extreme verzender, mm -hmm. dat is ook al zo'n cliché. Dus ik, ik vind het al belachelijk dat ik het zeg, mm -hmm. maar ik wil wel een empathisch vermogen blijven hebben en dat vind ik het belangrijkste. Dus no. dat ja. is een moeilijke discussie, maar wat ik wel. Ik denk dat zelfs de mensen die, die woke-minded zijn, dat is voor alle, voor alle duidelijkheid niet, niet negatief bejegen, dus iedereen moet, heeft ook de, de vrije mening uh, in te uiten. Maar het is wel zo dat in het appartement waar Plan B zich afspeelt ook een Vlaamse leeuw ging. Uh, en ja, dat Manu kersting. misschien kan gepercipieerd worden als iemand die door niet racistisch, maar misschien toch wel anders denkt over anders gekleurde mensen. En die mensen ja, gaan ook op die manier spreken over... Een noosblokker of over andere mensen. Dus het is niet gewoon gratuit gegeven. Er was wel een Zeker, terug, ja. visueel beeld, waarneembaar. Dus eigenlijk word jij een beetje ook vooruit vond ik Ja, inderdaad. Ja, absoluut. Het is. Hey. Ja. Ik vind dat moeilijk. Ik, weet, ik zou hier ook graag mijn hakken in het stand zetten en zeggen, ik zou dat allemaal juist hetzelfde uh -huh. doen. Maar ik weet dat ik dan niet meer juist hetzelfde uh -huh. zou doen. Maar ja, tuurlijk. Het is niet dat ik. Hey, ik het is gewoon een soort verandering bij mezelf dat ik ervaar. En dat is ook gewoon door de tijdsgeest. Hè. Er, zijn, aie, er, zijn, ja, er zijn woorden die ik niet meer zou gebruiken. Er zijn, aie, aie, aie. Ik luister super graag naar Toepak, Dr. Dre. Maar eigenlijk, ja, ik maak die leekjes van buiten. Heer Mop van Toepak, ik ken dat helemaal van buiten. Ga ik dan nog meer rappen in een auto? Vol een bak? Oh, ik kan er toch eens twee keer over nadenken. In ieder geval. Nee, over. Nee. Dus ja, dat, dat is zo, ja, ik vind dat moeilijk, ik vind dat jammer, maar ik probeer. Het is gewoon, ik ervaar het gewoon dat het minder kan. En ik ben niet iemand die zich dan keert gaat gaan verzetten en zeggen: dat is zo. Mm -hmm. ja, je verandert een beetje als mens. De wereld verandert ook rondom je. En ik, ik weet, ik, oudere generaties, als die bepaalde woorden gebruiken, merk dat dat. Een soort weerzin bij mij oproept die ik, ik waarschijnlijk tien jaar geleden niet had. Dus bij mij is er dan ook wel iets veranderd. Neemt niet weg, ja, ik moet nog altijd wel, al, hey, ja, met plan B uh, moet ik, nog altijd, ik vind dat nog altijd grappig, ik word er altijd overal aangesproken, snap Mensen die zeggen dat is het leegste van het leegste. Dat, is, ja, dat, dat, is ook, dat komt uit plan B en dan, dan denk ik van, ah ja, grappig, dus dat heeft wel iets losgemaakt. Maar ik zou er in ieder geval wel. Uh, ja, kijk er al anders naar. Mm -hmm. in ieder geval. Maar het is makkelijker, dat is het laatste wat ik erover zeg. Kijk. Peter van den Begin in Matruskas. Die, die mensen. Uh, ik, ik weet zelfs niet wat ik met doe. Maar. Uh, er is een groot verschil tussen Peter van den Begin als bad guy die die dialogen zegt. dan um, een hoofdpersonage in een film waar je mee moet meevoelen. die die woorden zegt mm -hmm. waar je ook mee moet lachen. Dat, dat, dat is al een groot verschil, snap je? Want. Als je. Ja, dat. dat ik zag over de laatste Branks Tale bijvoorbeeld, vind ik ook wel echt top een topfilm. Ja, top Robert hier, ja, en, ja top en daar wordt het inwoord woord mm -hmm. ook heel een tijd gebruikt en dat speelt zich af in de jaren 60. Tuurlijk werd dat heel een tijd gebruikt, ook door het hoofdpersonage mm -hmm. volgens mij. En daar ving de moeilijkheid aan de discussie. Ja, dat speelt zich af in de 60s. Tuurlijk zeggen die dat soort woorden. Het probleem is volgens mij, volgens mij zou een, een producent van Laag in Amerika zeggen: oef die gaat de gaat dat woord technisch zeggen. Mm -hmm. Terwijl ik denk, tuurlijk zegt hij dat woord ja. in die tijd, in de jaren 60. Dus de dat is een beetje weg natuurlijk. Ja, en oe, dat, vind, dat vind ik wel allemaal ja. heel moeilijk, snap ja. Als kunst of art of whatever iets, ja, zoals guidelines krijgt, mm -hmm. ja, tuurlijk, dan, dan, dan worden we wel een beetje, ja, uh, ja dan worden zo, ik wil die boxhandschoenen ja. doen en zeggen: ja. en, Oh, zo werkt het niet. Hè. Ja, dat is ook zo. Is dat eigenlijk iets dat. Um, geld opbrengt, een kortfilm? Uh, uh, niet dat ik weet. doet het al niet voor, <laughs> nee. maar is dat een macht van mensen die enkel kortfilms maken? Dan nee, 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 nee. Ja, dat is... Dat veel vrijwilligerswerk, mensen met passie voor kort film en... maar geld opbrengen, dat, dat, god, dat denk ik nu niet nee. echt, nee. Nee. Um, Ik heb al aangegeven dat een film had staat, vind ik. Oprecht. Plan B. Met uh, mijn broer, wij kijken hier in de last round, hebben we hebben hier een groot scherm. Uh, om uh, af en toe ook te ontsnappen. Uh, escapisme. Uh, dat kan tussen de meerstemming en je een broodje. Kijk bij we wel eens uh, films in de last rounds. En uh, wat opviel was dat wij zeer vaak teruggrijpen naar oudere films. En dan zeggen wij vaak tegen elkaar: het was vroeger beter. Dan klikken we natuurlijk zoals oude mannen. Um, is er bij u een verschil in. Uh, geniet jij nog altijd even hard van films als degene die je vroeger bekeek? Je had al Fraser Bronx Tale. Dat is een film die je niet veel nieuws voorbij komen. Verlaagdheid, goede acteurs. Mm -hmm. uh, is dat de juiste. Beweging van de gebroedersvideo of is dat een beetje gratuit? Ja, nee, het, ey, ik kan mij daar wel zeker in vinden. Ja, de, we, zitten, we leven nu vandaag in een wereld waar de dominante, de, de dominante films zijn, ey, zijn, al die blockbusters, al die Marvel-films, al die... Ja, ey, in de jaren zeventig waren de hoogdagen. Ey, ik bedoel, ey, korte filmgeschiedenislessen, dus in de jaren zeventig was dat was dat de cinema eigenlijk snap je? De, de de Coppolas de Scorsese's de oh ja Michael's eigenlijk is alles een beetje veranderd door twee dingen je hebt Jaws gehad, Star Wars en dan heeft Michael Simino de grote regisseur van de Deer Hunter in de film Heaven's Gate gemaakt wat een hele grote big budget arthouse film is die geweldig is geflop't en ondertussen zag je die omwenteling van uh, de Star Wars en Jaws, waar eigenlijk zo wat de blockbuster het is gaan overnemen. En eigenlijk mensen in auteurscinema aan zich iets minder zijn gaan investeren. En daar heeft eigenlijk zo een heel zijn weerslag gehad. Hij op, op, heeft eigenlijk een beetje alles veranderd, eigenlijk, denk ik, of zo. Dus ik zou zeggen, vroeger was het beter. Goh, in ieder geval, vroeger. Uh, Werden er iets makkelijker dat soort cinema gefinancierd dan nu, denk ik. Maar er worden vandaag nog altijd fantastische dingen gemaakt, maar je moet wel goed zoeken in ieder geval. Goed dat je maar wilt van Elvis, die keer van de Joker, dat is al een paar jaar geleden, maar dat zijn nog wel films die fantastisch zijn. Zeker. Er zijn zo twee, de Safdie Brothers, die Uncut Gems hebben gemaakt, en daarvoor een film Good Time, dat zijn echt gasten waar ik echt naar opkijk. Dus binnen dat, systeem, maar, ey, binnen dat systeem, en dan wil ik zeggen, uh, ook de Netflix van deze wereld geeft dan ook wel weer kansen aan dat soort dingen. Dus er is altijd wel een soort beweging bezig. Um, maar het is gewoon, ja. Eer dat iemand zijn aantekening zet onder een check van 60, 70 miljoen dollar, waar dat niet een gast in een cape in staat, ja, dat is, uh, dat is moeilijk tegenwoordig. Ja. Ja. Op Sint-Lucas werd ook nog gekeken, al zien van, ja, God, ook wel je brood moeten verdienen. Dus. Je moet op daar en daar en daar litten. Dat is misschien commercieel of, of iets op een andere manier is er iets van overgehouden, van die lessen. Was dat, was dat boeiend? We, ja, in die mate dat je vragen uh, niet Ja, Nee, les kreeg van interessante figuren, zoals uh, of, uh, Mark Diede bijvoorbeeld. Die, uh, ja, natuurlijk ook wel een hele staat van dienst had. Fantastisch uh, schrijver op de ook een paar heel goede films gemaakt. Dus uh, je kreeg wel les van mensen die, die, die inspireerden maar ja, hoe je moet leren hoe je een film moet maken, dat kun je niet echt leren buiten de door te doen of zo denk ik of als hey. of met acteurs omgaan. Iedereen heeft een, er, is geen ja hey, er is geen magische manier van zo doen dat iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Tim Mielands, een regisseur, mijn vrienden ook een heel goede regisseur hier in, die de film Bill heeft gemaakt nu op het boek van Jeroen Oorlitslagers. Die heeft een heel aparte manier van omgaan met zijn acteurs, maar dat is heel anders dan mij. En dat, oe, dat is niet iets dat, op filmschool leren ze niet van hoe dat je met acteurs moet omgaan. Oe, een tip kan, dat kan geven is: ga niet voordoen aan een acteur hoe dat hem het moet doen of hoe dat hem moet zeggen. Dat hebben acteurs doorgaans echt niet graag. Maar ongetwijfeld zijn de regisseurs het wel doen en wordt het, misschien werkt dat wel voor hun. Ik weet niet. Ik heb Quentin Tarantino al zien dansen in de making-of van Pulp Fiction om, om te laten zien aan John Travolta. Door dus, een dansen, Ja, ja, handen, ja, ja, handen. Ja, ja voilà, dus het zal zeker gebeuren. Um, maar om uw vraag te beantwoorden, uh, ja, ik heb zeker veel geleerd op Sint-Lucas, maar niet nie, nie per se uh, door een handboek te lezen nee, of zo. Je nee. contacten leggen, af en toe accenten die je meekrijgt. Ja, ja. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Waar dat wel sowieso uw hand uh, in plan B dan uh, te zien was, was uh, op een gegeven moment een monoloogje van uh, Perceval over Patje Goots. Ja, klopt. Fantastisch. Ja. Is dat gezegd onder Perceval, dat moet erin? En, u probeer, en probeer je ze tegen te spreken? Nee, nee, nee. nee want dat de Max... Dat, zeker. Nee, nee, dat was echt... Ik had geen hoop. Ik dacht van, hoe gaan we dat ding nu beginnen? Ja, en dan... Ja, dus ik dacht van, oké... Okay. En, en, een van mijn idolen vroeger was Patrick Goals, van, Dat van een geweldig figuur. <laughs> en uh, dus op een gegeven moment uh, ja, dacht ik van... Hoe, dus ik dacht een okay, keer dat ze een Antwerp supporter de dat hoofdpersonage. Dus uh, wat kan hij zeggen in het begin? Of met wie kan hij zijn eigen identificeren? En dacht ik: Ja, natuurlijk Patrick Groot In die match tegen Ingo Münster volgens mij. En dan heb ik daar eigenlijk zo, uh, uh, ja, iets over geschreven. En dan had Jeroen een stoute schoen aangetrokken. En dan ja hij: Ja, gewoon dat niet zo En hij vond, ja, vond dat top. Uh, hij vertelt dat ook in zo, op zo'n. Uh, uh, basically, schrijven is belangrijk, maar hoe dat Jeroen dat brengt. Uh, dat is ook zo fantastisch gedaan. Dat is ook heel grappig, want een aantal jaren daarna speelde ik, speelde ik nog voetbal zelf bij Hoven Sport. En Patrick Goots Patrick kwam daar. Trainers voetbalpakken nog in die tijd uh, verkopen. Als in, dus ik wist totaal niet, want er wordt in die monologen gezegd: van ja, die verkoopt schoenen op het Zuid voor een preken van niks, volgens mij. Ja, klopt. Maar dat had ik uh, voor zelf verzonnen. Dus ik wist totaal niet wat Patrick Gods nu deed. Maar in de grap was hij toen in die tijd. Maar hey, werkte hij uh, voor een uh, sportconcern of zo? En kwam hij wel zo? Was hij vertegenwoordiger eigenlijk voor uh, trainingspakken en zo? Dus ik zei: ah, uh, Patrick, hallo, die kwam dan op de voetbalclubs en trainingspakken een, uh, voorstel ik zei ja, ik ben Robin ik heb een kort film gemaakt en ze ah oh, oké okay, ja, ik zal het zien en uh, ik had hem dan doorgestuurd ik kreeg gewoon zo'n mail terug heel tof ik verkoop wel geen schoenen hè <laughs> <laughs> is ik je wel kort ik kan kort ja, van stof. Zeker. maar altijd grappig. <laughs> ja absoluut het is in ieder geval um, zoals gezegd een podcast voor het goede doel uh, dan moet het ook wel goed ondersteunen uh, voor de dieren dus ik hoop dat daar bijzonder veel donaties komen uh, misschien zal uh, een van de volgende gasten daar het uh, meest fabuleuze cadeau geven. Dat wil zeggen, uh, ik kan hier op een 2 aan het maar op een Bosuil, twee tickets om daar te gaan kijken. Dat zal misschien voor de volgende keer zijn. Op vandaag is het ook fantastisch. Avantpremiere van de Zillion Film, uh, geregisseerd door Robin Pront. Dus alle mensen, ik zou zeggen, ze waren oproep om te doneren voor het goede doel. Zodat uh, u eventueel kans maakt om daar uh, bij chic volk een avantpremiere mee te maken van de Zillion Film. Antwerpen, is al aangeraakt, uh, komt ook in een tweede film, een tweede kortfilm daarvoor, Injury Time. Uh, waar mij, waar natuurlijk van een Antwerp supporter, bijzonder leuk is, is als een een BSG supporter een Antwerps supporter moet spelen. Ja. Meer bepaald, Matthias Schoenarts is een, een hooligan van ja. Antwerpen. Waarom een tweede kortfilm? Ja, omdat ik moest. Ik zat nog, ik was zat nog op school, ja. hè, dus ik zat in die derde. Ik, eh, ik had die pellicule dan gewonnen. <laughs> dus, ja, dus, dus ik moest wel. Dus in uh, dus het vierde, uh, ja, in de grap was. Dus ik maak dan die de derde die kortfilm. Ik denk van, alright, je zit gelanceerd. Maar door dan zo. Ik ben ook weer blij dat ik dat op dat moment heb meegemaakt. Zat ik opeens met een writersblok. Dus ik heb dan mijn derde. Uh, niet direct het vierde gedaan, want ik dacht: zo, oh nee, ik had ze verlamd door mijn eigen succes. En, uh, dus dan heb ik een jaar niks gedaan, buiten zo wat boeken gelezen. En, dan, uh, pas, en uh, dan mijn vierde, dus een jaar later gedaan. En zo ben ik met Dylan Bilal in de klas gekomen. Uh, en dan, uh, ja, voilà. Dus ik was nog, moest nog een kort film maken. En ja, een beetje niet verlengden, eigenlijk, van plan B. Had ik dan op dat verhaal gestoten van die Antwerp hooligans? En uh, zo eigenlijk. En, en ik had ooit, en uh, ja, dat is ook een goed verhaal. deze. Dus, <laughs> dus in het derde, uh, ik, had, uh, ik had dat scenario van plan B geschreven. En ik dacht: oh uh, my, uh, ik kende Jeroen Perso toen nog niet. Ik wist niet wie dat, dat was. Eerste die ik wel kende was van Anyway the Windows, uh, eh, wat ook een belangrijke film was voor mij, denk ik. Anyway, dat was Matthias Schoenarts. Dus ik had dat scenario geschreven, aan plan B. Ik dacht, end, eh, ja. Yeah. En in één ruk geschreven, ik dacht, ja, deze is het. Oké, okay, kijk, ik heb mijn telefoon. Deze moet Matthias Schoenarts spelen. Dus ik pak mijn telefoon. Ik had dus een nummer aan uh, al, -Katienal. dus ik wel. Ah, ik, ik had nog nooit gebeld, ik wist niet wie dat, dat was, die kende mij, dus ik bel zo. Ik pak niet op. Ik denk, Godverdomme, ja, maar ja, die moet dat nu, ik moet dat zeggen. Dus ik bel ze nog eens. Ik zeg ze, ja, uh, Penis, uh, ja. Ik zeg, ja, goeiedag, uh, Matthias. Het is uh, met uh, Robin Prontier, hier, studenten van Sint-Lucas. Ik heb een scenario geschreven en ik zou heel graag willen dat jij erin meespeelt. En dus, uh, Weet je eigenlijk wel hoe laat dat is, mannetje? Ik zeg, uh, nee. Ik zeg, oh nee, godverdomme, tien na twaalf, Dus ik had echt zo kwart na twaalf, had ik die gebeld. Dus ja, bel mij morgen maar eens terug. Dus ik zo, ah. Oh. Dus die lag natuurlijk al te slapen, maar ik had dat gewoon niet door, omdat ik in één ruk aan het schrijven was. En dan de volgende dag had ik hem gebeld, maar hij kon toen niet want het was met een ander project. Maar dus na plan B, had hij mij een berichtje gestuurd, want hij had, hij had mij de Jeroen aangeraden, en hij had hem de kortfilm via Jeroen gezegd en hij had mij gestuurd, uh, yo, heb je een kort film gezien? Super uh, uh, Laten we eens iets samen doen. Dus dat daar kwam er nog eens bij. Snap? Ik zat met die rollenpelicullen. Met jaschoenars schoenarts. Die zei, <laughs> van, ik kon een kort film mee doen. Het enige ding dat ik kon denken was, ik heb gehad geen idee van een volgende film. Ik weet totaal niet wat ik wil doen. Ik vond elk idee slecht. Dus, uh, met als gevolg dat ik dan echt uh, ja, een jaar niks heb gedaan, zo gewoon op een zetel gelegen. En dan pas dan dus een, mijn extra jaar... Uh, ja, eigenlijk ben ik, ben ik gedubbeld na mijn grootste succes. Daar komt het eigenlijk op neer. origineel Ja, voilà. Dus, uh, en dan iets, in het vierde heb ik dan die kortsfilm gedaan met hem. En dan uh, had ik dat idee van die Antwerpen Hooligans. Uh, het goede aan een Antwerp is, en gewoon aan de films die ik maak in het algemeen, denk ik... Is dat ik, ik probeer altijd zo... Ik probeer zo... Wat, Street credibility, credibility te zoeken in de, in de, in de wereld dat we rond ons hebben. Snapte? En niet iets Amerikaans te doen. Niet zo, ik kan hier niet gasten met een Italiaans accent in een pizzeria. Eh, gangsters uit de, uh, Italiaanse gangsters. Die zo, ay, dat dat kunnen niet kopiëren, want dat is hier niet echt buiten in Limburg, Limburg in de jaren 80 misschien. Dus ik ga op zoek. Wij hebben hier. Ja, en niet zo straat als in Antwerpen, natuurlijk, of zo. Antwerpen is echt een rauw, en dat is, dat is voor mij gewoon iets dankbaar om mee te doen en uh, ja zo, zo, daarom dat ik er altijd een beetje naar na teruggrijp eigenlijk zo dus, ja. dus, als ik uh, injury time zag je verwijst naar Matthias schoenarts in uh, Anyway way the wind blows uh, alleen al fysiek het ziet er wel een pak anders uit dan in injury time is uh, meer zoals in runscope, dat dan ja. ik denk je dat hem toch wel uh, een body heeft was eigenlijk voor of na Rutskoppen uh, just, just, ervoor of just erna, ja. dus dat was het lichaam van Rutskoppen ja. in ieder dus geval dat, ja dus dat ik heeft. Roskam, een beetje inspiratie gehad of vice of versa. Of, of, hebben we kunnen gebruik maken, dankbaar, van de fysieke uh, verschijning van, van... Nee, nee, ja, ik heb van gebruik van hem. He. <hijst> die is aangekomen voor, niet voor mijn kortfilm. film. Nee, maar Roskam was ook een leerkracht bij mij. Op, uh, mm -hmm. ik heb ook, daar heb ik ook veel aan gehad. Super. Mm -hmm. ey, ook, uh, dus, uh, die was bij mij een leerkracht op sint lucas ja. <hijst> Antwerp? Waarom is hij uh, voor u zo gefascineerd? Mijn kind BNF, mijn nee, papa uit Amsterdam. Ja, dat kan zeker. Me niet voorstellen. Ja, dat zal je Ajax zijn. Correct. Denk ik. Ai, Johan Kraaf, mijn vader, hmm. wij, wij waren thuis niet gelovig, maar er was één God en dat was Johan Kraaf. Dus uh, daar ben ik al mee, mee, mee opgegroeid. Um, en, uh, maar Antwerpen, dat is eigenlijk. Ja, ai, Ik had niks. Mijn vrienden waren al, toen waren ofwel fan van Anderlicht of Brugge, maar ik kon me zo moeilijk identificeren met een ploeg, ja, waar ik, met een stad waar ik niks mee had, maar ik voelde mij altijd Antwerpenaar. Het enige probleem was dat Antwerpen Antwerp ja, niet geweldig was natuurlijk. Dat was geen ploeg die hoge toppen scheerde. Maar ik ben dat toch eens gaan zien en dan gewoon verliefd worden op die sfeer. Eigenlijk. Ik denk op mijn 16. Ik was echt een, ay, een grote Ajax van Barcelona. -fan, ay, die, die ploeg waar dat Ajax-DNA in zat. Maar Antwerp had dat natuurlijk niet. Maar uh, ja, gewoon eens één keer gaan zien op mijn 15, 16. En dan gewoon die sfeer. En ja, ook die mensen er rond die dat hier, ay, daar, daar ben ik dan echt wel verliefd geworden En dan al die jaren in de tweede klas meegemaakt. Allemaal. Ja, voilà. Uh, Boezeddoer en uh, dat soort ploegen. Ja, leuk. Maar, uh, <laughs> en daar nu, ja. Nu, nu ga ik nog altijd wel kijken. Maar ik, ja, ik, ben, ik ben vooral heel verliefd op de cultuur rond Antwerpen. En, 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 en ja, Wat dat betekent voor die mensen. En ook wel ja, de ploeg ook wel zeker. Ik, ik ben wel slecht gezien als die verliezen en zo. Zo vooral duidelijkheid. Maar ik ben. Ik ben niet iemand die, die, die claimt dat hem als kind. Uh, hey, ik ga geen tattoo van een Antwerp zetten. No, nee. Nog niet. Nee, nee, voor ja, Champions League Champions League. Champions League, dan kan dan wel. wel. <laughs> Oké, okay, tot ook op uh, pelicule. Dat is wel wel. In tribune twee, uh, dat is eigenlijk een tribune voor de mensen die het niet zouden kennen in de Bosuil. Dat zijn niet veel, waarbij dat uh, ja, het volkse uh, enorm aan bod komt, dat zo uitdrukken. Er zijn dat ook ideeën die er uh, na elke match. Voor u uit voortkomen qua film? als ik zie naar de Matouchekas, ik hier zie naar uw twee kortfilms, ja, dat zou eigenlijk ook op Tribune 2 kunnen verteld worden. Is dat iets dat ermee samenhangt, of is dat voor u gewoon voetbal, voetbal en uh, er komt verder niks op te pas? Ga. Kijk, ey, wat een interessante periode is over in Antwerpen om iets mee te doen, is, ik denk zo eind jaren zo begin jaren 90, zo de hoogdagen van die hooligans omdat er toen ook wel zoveel. Ja, sociale ongelijkheid en alles. Dus dat, op dat vlak heb ik al soms wel eens gedacht. Maar je kunt er ook een fantastische documentaire over maken, denk ik. Of zo. Dus op dat vlak denk ik dat het dat interessant is om iets over de Antwerpen te doen. Hey, misschien zelfs met Wembley of zo. Kunt je, kun je ook zeker iets doen. Maar op zo'n Antwerp zelf, zo, ik weet niet. Ik heb ook wel een beetje het gevoel nu. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Dat, dat, dat ik dat een beetje verteld heb of zo. Of mm -hmm. zo snap? Ik heb Dardenne gemaakt. Weet je, dat wordt ook een referentie naar de hand heb gemaakt of zo. Ik ga... hey, maar De Zillion is dan weer compleet het, het uiterste. Dat gaat over de glitter en de glamour. En, de, en Dardenne is een beetje zo aan de ja, rauwe kant. De en die, ja, ik heb nu ook weer niet de neiging om naar De Zillion weer iets over de glitter en de glamour te maken. Dus ik heb wel een idee voor een volgende film. En dat, dat, dat is... Ja, ik zal zeggen... Um, ik kan er niks over zeggen, uiteraard. Maar ik merk wel dat ik, ja, dat ik ook een beetje... Uh, toch ja, dan weer in een ander pad geduwd mm -hmm. wordt. Sommige mensen zouden zeggen: de onderkant van de maatschappij. Ik zeg ja niet voor alle duidelijkheid, maar als je de films. Ik heb ze nog niet nog gezien, maar als je de films door de band bekijkt. daarin binnen yes, Langspeelfilm, uh, de twee kortfilms. Ga ik het vaak over mensen die ja, niet de grote CEO zijn. en die ergens onderaan de maatschappij um, toch wel figureren. Waarom is dat voor u zo interessant? Ja, goede vraag. Um je er zelf ook vaak over na hoor. Ja, ik denk. Uh, ja, omdat ik mij daar om een of andere reden toch veel mee identificeer of zo. God weet waarom, want ik kom niet per se uit de onderkant van de maatschappij of zo. Maar ik heb wel. Hey, ik heb zeker vrienden dat daarin hebben gezeten of zitten en. Um, ik weet niet, ja. Pff, ja, misschien is dat ook een soort tegenreactie of zo. Ik, ik weet het niet, ja. Ik eh, probeer vaak niet te analytisch te denken over de dingen waar ik doe, maar ik, kan me, ik weet wel gewoon in de films dat ik kijk of maak of mensen waar ik mee overeenkom vaak zijn. Ey, dat, 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 ja. Waarom ben ik zo'n grote Mike Tyson fan bijvoorbeeld. Ja, dat is ook gewoon zo. Een gast die echt vanuit mm -hmm. Brownsville of zo in uh, New York. Uh, ja, die, gewoon, ey, dat, dat zijn gewoon figuren die je dan ergens aantrekt met dat gaver soort. Ja, ik doorgaans mensen met een ander moreel kompas. Die, daar ben ik tot toe aangetrokken mm. eigenlijk. Dat, dat merk ik eigenlijk. Zoals, dat mensen die een andere visie hebben, van ik kan ook zo door het leven gaan. Mm. Dat, dat, dat intrigeert mij mm. wel zeker. En ik vermoed dat jij dat eigenlijk ook wel zult mm. hebben. Als strafpleiter komen wij dat ja vaak tegen. We kennen dat een beetje uit ons jeugd. Uh, en in dossiers zien we ook uh, mensen van allerlei slag. En daar zijn soms stoffen mensen bij, minder toffe mensen bij. Maar het minste dat je kunt zeggen, is wel dat ze zeer vaak intrigeren. Mm -hmm. Dat geef ik toe. Of iets vertellen, een kwinkslag, wat je zelfs niet over nadenkt. En die gewoon niet leuk is om te luisteren. Dat geef ik toe. Ja. Komt enorm ook aan bod in je eerste langspeelfilm. Mm -hmm. Daar binnen. Ja. Uh, Daar zie je ook wel de zotste figuren passeren. Uh, was dat voor je een grote stress, de eerste langspeelfilm? Um, ja, het grappige is, ik ben een enorme stresskip in het echte leven. Maar op een filmset valt dat eigenlijk wel mee. Of, of ja, dat is zo. Als ik met mijn... Craft bezig ben, zoals het dan heet, en, en, dan valt, om... valt dat te controleren voor mij. Ja, maar het goede was natuurlijk dat dat wel een goede film was. Mm -hmm. oei, denk ik, dan, dan, dan had dat allemaal. Oei, ik had wel het gevoel dat dat echt goed was. Of zo. Dat was ja goed. goed. Ja, maar, oei, dus, maar dat weten ook pas, ja, want dan zal elke regisseur of regisseuse u zeggen dat als je een film maakt, je zit in de montage. De monteur heeft dan al een eerste cut gemaakt die je jij komt zien. Ik denk echt dat je de grootste sukkel ter wereld zit die niks kent, dan denk welke gedrocht heb ik gemaakt. En dan moet moeten open dat dat gedrocht toch iets moois wordt. Door zoveel verschillende fases als je een film maakt. Dus dat is altijd wel een stress. Zeker. Dat is volgens mij een theaterstuk van Jeroen Persson. Dus dat is ook nog goede kleding voor je misschien als ASL-speelfilm, denk ik. Uh, heb je daar veel aan veranderd? Heb je daar, ik, 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 ik refereer bijvoorbeeld naar de fantastische verhaal van de kraanvogel, met in elke film een je ja. Patje Goats, ja. Of uh, uh, ook in Injury Time was er zoiets uh, van die Desert Fox. Ja, 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 ja. Um, of de kraanvogel, ja, dat denk ik. Dat zijn de hand van ja. Regisseur Pront. Klopt, ja? Ja, zeker. Dat, dat zijn al die, ja, Zo wat monologen schrijven, daar amuseer ik me echt mee. Nee, dus ey, om, Dardenne bijvoorbeeld, dat was een theaterstuk dat zich op één locatie afspeelde. Drie gasten met een auto met een lijk in en die in Dardenne zaten. En ja, van een film zou gaan, maar dat was niet het soort film dat ik dan per se woest, moest maken. Maar wat, ja, wat voor mij de sleutel was bij Dardenne, of het, het zaadje of zo, waar je altijd op kon terugvallen, was dat einde. Ey. Wie Dardenne heeft gezien weet dat er een soort twist-ending in zit en dat stond ook in het theaterstuk. En dat was het ding dat mij altijd deed teruggrijpen van... Fuck, dat is zo'n goede einde. Ja. Want als je, als je een film schrijft, er zijn altijd honderd redenen zijn dat je tegen je eigen zegt of zeggen, Fuck dat eigenlijk. Weet je, dat is zoveel werk, ik moet dat niet doen, of ik kan dat niet, of mm, ik weet het toch niet, of ik heb iets beters te doen, of iemand anders gaat dat wel schrijven. Je gaat altijd excuses voorzien om iets niet te doen. Dus je moet zorgen dat bij een project dat je altijd iets hebt van op kunt terugvallen, ja, maar ja, dat is wel zo goed, ik moet dat doen. En dat was bij Dardenne dat einde. Ik wist, dat zo'n goed einde, nee, ik ga er toch mee doorzetten, want er komen altijd valkuilen. Bij de Zillion wist ik ook wel gewoon van, ja, dat is zo'n goed verhaal, dat moet verteld worden. Ik ga er vijf jaar of vier jaar aan werken en schrijven, met al die mensen gaan babbelen. Dus er is altijd wel iets in, uh, in een film dat je, kan, uh, dat je moet hebben om, om je er naartoe te trekken. Dus dat was bij Dardenne dat einde. Maar inderdaad, ik heb er dan wel zo mijn eigen, mijn eigen ding gedaan, met, met samen met die Roe natuurlijk. Maar zo, die monologen ja, vind ik altijd heel leuk om te schrijven. Mm. Ik weet ook niet van waar het dat komt. <laughs> ik weet niet, ja. Ja, volgens mij die ja. fantasie wat je overspijkt. Ja, ja, dus. ja, het is, is zo'n fantastische monoloog in uh, True Romans. Ja. Die waarschijnlijk ook niet meer zou kunnen, denk ik. Over uh, ja, Sicilianen en hun afkomst. Uh, wie is het? Dennis Hopper, zeker? Ja, ja echt. Ja. Uh, uh, of is Christopher Walken? Dus, uh, Hopper ja, speelt mee, maar ja. wel lang geleden is, gekomen in de jaren negentig. Ja, ja, ik herinner mij wel dat je net. Dat Oh, ik weet het even niet, sorry. Maar in ieder geval, zo'n fantastische monoloog. Dat is zo, ay, dat is echt, het is niet geregisseerd door Tarantino, maar hij heeft wel heel duidelijk geschreven door Tarantino. En, uh, dat zijn wel dingen dat ik zo... Ja, dat, dat is gewoon leuk, weet je, dat is de fun part van mijn job, dat om grappige monologen te schrijven. Dat ja. je zo de kraanvogel... De mensen moeten maar, ja. de, de, de film wel gezien nemen, kan, als uh, ja, ze de podcast luisteren of kijken. Maar uh, anders kunnen ze het heel uh, bekijken op YouTube. De kraanvogel je aan take 10, dat dat er goed op zit of is zijn meestal van die doldwaze monologen van de eerste keer ook goed? Ja, weet, ik weet niet. Monologen, dat is ding acteurs, dat vinden ze plezant om te doen, dus ze zijn altijd goed voorbereid. Ze mm. denken, dat wordt die mijn show, he, twee camera's. <laughs> dus uh, doorgaans uh, lukt dat wel redelijk snel. En dan is het gewoon kwestie van een beetje te fine-tunen. Mm -hmm. Als je straks spreekt over de silencing naar Canada, dat was een grote stap op alle mm -hmm. mogelijke vlakken. Van kort naar langspeelfilm, Volgens mij is ook een grote stap. Het is hetzelfde metier, maar er komen wel veel meer dingen bij kijken. En zijn daar zaken waar je nu van zegt, ja, die had ik anders aangepakt of dat uh, het anders moeten lopen? Of, of is dat uh, vrij smooth gegaan? Dat was echt smooth sailing eigenlijk. De, toen dacht ik dat films maken easy was. Mm. Ik dacht, hé, hey, dat scenario was dat veel werk, maar nog behapbaar. Die film, die draaiperiode was zwaar, maar inderdaad, hey, dat was ook maar 30 dagen. Die film je, in de montage. In hetzelfde jaar, weet je, die mensen, ik zag die film, dus dat was echt zo... Het ene werd geselecteerd voor Toronto, dan Filmfest Gent. Ah, je snapt, de Oscar-inzending in België. Ik dacht, hé, hey, zo moeilijk is dat eigenlijk niet, films maken, snap <laughs> En dan, daarna ontdekten we wel alle valkuilen, maar... Uh Oei, de, omdat ik zei de silencing, al die valkuilen die ik daar heb ontdekt, dat was omdat ik misschien met daarin iets te makkelijk zelf een parcours heb afgelegd. Of zo, denk ik misschien. Ja. Misschien te makkelijk, ook nog niet. Goed. Ja, ja, nee, dat is altijd, oei, het. Is nog altijd moeilijk, vooral dadelijk. Nee. De oversteken is behoorlijk moeilijk. Dat hebben we mm in -hmm. het verleden gezien, maar je moet het doen en, en, en mm -hmm. durven. En, uh, is dat nu iets, iets voor u dat je zegt? Ik hoor nu al met veel blijdschap dat je misschien uh, qua Antwerp nog iets uh, gaat maken. Dus ik we kijk wel. Rijkhalsend eruit, maar de plas oversteken, is dat een absolute ambitie? Of zeg je, ja, joh, eigenlijk is het ook wel een beetje... Uh, niet much door do about nothing, maar dat is toch ook niet allemaal wat ik volledig ambiëer. Goh. Ja, ik kan hem moeilijk... Ja, ik zou nu zeggen... Niet per se... Tot als een scenario op je tafel ligt dat hmm. je denkt: van, ah, ik wil dat vertellen. Ey, of dan, dan, dan opeens wilde alles laten vallen. Dan hmm. denk je: Fuck it all, ik ga dat doen. Ik zal het wel op mijn manier doen. Dus dat, ja, maar ik, ey, ik, die brandende ambitie van: ik moet dat nu direct doen en ik ga dat doen. Dat is natuurlijk nu al weg. Om één, omdat je het gedaan hebt. En om twee, ook omdat je weet: hoe... Ey, ik, zal zeggen, ey, ik, kan niet, ik kan niet onderschatten hoe zwaar het voor mij geweest is. Dus ook op mentaal vlak. En ook, ey, er is een wereld. Waar je, die dat je achterlaat in een wereld waar je maar terugkeert als je drie maanden zijn weg geweest op, op veel vlakken relationeel vakken. O. Je snapt, dus dat is heel zwaar. En dat, um, dat, dat zijn dingen die ik wel in overweging zou nemen. Het zou leuker zijn, moesten ze mij zo ergens in een zonnige locatie steken. Hey, weet je wat het probleem ook met dat ten is? Dat is een film in een bos. En uh, de Amerikaan denkt natuurlijk, oh ja, die gast, als we een bos hebben, die moeten we bellen. Maar als gevolg, voor elke bosfilm bellen <laughs> ze mij. Maar ik heb totaal niks met bossen eigenlijk. Ik haat dat in de natuur door met al die vliegen of in die vrieskou staan. Dus dat, uh, ja. op dat vlak uh, ben ik wel blij dat ik de film over een discotheek heb gemaakt. Ja. Dus uh, de volgende film over, uh, okay. ik weet niet, in, in pizza of zo, daar of zo. Dat kan de de ja dat zou ik al eens chiller winnen En dat gebeurt effectief ook zo. Je schipt toesturen nu? Ja, uh, okay. ja dat, is, dat, is, ey, dat is nu sowieso iets minder. Je snapt er. is van 2015. En ik, ik heb ook wel even gezegd na nou, de silencing van: ho, ik ga nu die asium maken. En dus dan is dat allemaal iets minder. Maar ik weet met Dardenne ja, ik het. Elke film die zich in een bos speelde of over broers ging, dan belden ze mij. Mm -hmm. Ja, absurd natuurlijk. Hè, dat is zo. Uh, maar ja, dat is met je hoe dat werkt. Ja, sowieso. Het is uh, ja, bijna zillion time om te gaan kijken. Uh, eerst uh, gewoon naar de Bozel. Uh, ik vond het fantastisch om met u te kunnen praten. Ik zou langer willen doorpraten over alles nog, wel, maar op voorraad hebben we afgesproken. De Antwerp speelt, dus moeten we moeten sowieso op tijd kunnen doorgaan. Yes. Uh, ik vond het bijzonder, bijzonder uh, aangenaam. Ik ben zeer, zeer gelukkig op de KMU. Fantastisch dat we kunnen, kunnen praten, dat gaan we yes, meer doen. Fantastisch, leuk. Uh, in de lijst gaat voor een bosuil. Lucht op eigenlijk, zelf ah, fantastisch. ventileren. Fantastisch, jawel. Dat doen veel plezier. <laughs> ja. uh, we gaan zo dadelijk naar Antwerpen uh, kijken, en dus we gaan daar evident uh, winnen. Ik ga met heel veel plezier ook de Zillion film bekijken, als yes. ik vanzelf, of uh, misschien zelfs meer Maas, Met het kan ik ook een keer uh, meer Maas gaan kijken. Uh, als bedankje, evident dat je zei afgekomen, hebben wij een zeer kleine attentie Als je de volgende keer een script leest. Dan uh, kun je jij koffie drinken. Eerst een grote koffieliefhebber. Koffie ja. Dan uh, kun je dat vanuit deze mok doen. Zalig. En dan kun jij uh, toejedenken aan het eerste uh, inhoudelijk lange gesprek dat wij samen hebben gehad. Dankjewel. En uh, groot genoegen. Yes. Robin Pront, alle succes. Dankjewel. wel. alles wat komt. En tot de uh, zee, zeer, binnenkort. Yes. Dank je.